Libi kontranga no, libi kohebi no, alibi lai so meni sorgu giden na insranang. No den tag you awa, e den ki sweet ranang, pi ala ya no man forgiti na pres pe umeta. Sai ni prazeri tu no masridi come ni war tu taki absale guinti uno me archi so many ari sale u atra que fu soso sa u candu ai mi stranan mi lobi. Een goedemorgen, sorry, het is woensdag 25 september. Ja, denk ik, 25 september. En mijn naam is Gloria Botsen met het programma Travas de Morning Show. En namens mijn collega's van Razonic Media heet ik u van harte welkom. En we gaan het doen zoals Harry Jongloye deed vroeger. Archimang in een foto. Abrawatra, awaspe unde radio, Razonic TV en Travas de Ebaru van Biggie Odi. We hebben ook radio op 105.3 FM. Ja, toch? En televisie 7.1, 7.8. U kunt dus rustig afstemmen. En u kunt ook bellen naar de studio op 597, op de app 8715484. Dus belt u gerust om aardige dingen te zeggen. Degenen die vandaag jarig zijn, hiep, 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 hiep. Hoeré, van harte gefeliciteerd. Degenen in het ziekenhuis, aan u heel veel sterkte en voorspoedig herstel. Degene in de gevangenis, ook aan u denken wij. En we wensen u heel veel sterkte. En degene die in geliefden zijn kwijtgeraakt, ook aan u heel veel sterkte. Dan denk ik aan Denzel, die zijn moeder Vivian Olive, die vorige week is overleden. Een vriendin waarmee ik vroeger elke maandag aan het trainen, rennen was. En helaas heeft Vivian de strijd verloren. En is zij ingeslapen. Ook heel veel sterkte aan onze renclub, de Hash Harriers van Paramaribo, en aan de familie van Vivian. Goed, we gaan beginnen. Ik kijk even naar mijn collega, die ik altijd op het laatste moment lastigval. Hebben we het filmpje al van hem? Ja? We gaan kijken naar een filmpje van hem, Suriname, naar aanleiding van de schoonmaakactie van 21 september. Het Hem Suriname hadden ze met elke afdeling afgesproken. Wij gaan petflessen verzamelen, brengen en dan gaan we het inleveren. Het is ongekend hoeveel zij hebben ingezameld. Het totale aantal ingezamelde flesjes. Verdous, hoeveel denk je dat ze hebben ingezameld? Jij mag raden. 53.930 petflessen en blikjes. 53.000, dat is voor mij maar 2 weken. Hebben ze met elkaar gedaan, complimenten. En ze hebben dus onderling hebben ze gedaan. Ze hadden hele leuke namen. elke afdeling met elkaar. Dus ze zeggen, oké, dan gaan we een soort van wedstrijd. Wie de beste was, die kreeg volgens mij een tripje ergens naar het binnenland of zo. En heel mooi gezien, ook de namen die ze hadden. Ninja Cleaners volgens mij of something, dat soort zaken. Maar geweldig initiatief van hem. En ik hoop dat meerdere bedrijven dit voorbeeld zullen volgen, want dit is echt wat we nodig hebben in Suriname. Je weet, ik maak me er ook altijd hard voor. Stop met onze vuil te gooien. En nou, alleen daarvan gaan we ook straks met de heer Jason Gummels bellen om eventjes te checken hoe of wat. Ja, we gaan kijken naar het filmpje. Goedemiddag, we zijn hier op het terrein van Hem Suriname, die besloten hebben dat zij ook een bijdrage gaan leveren met het ophalen van alle petflessen en zoveel mogelijk plastic afval, recycling. En ze zijn bezig, ze hebben heel veel al opgehaald. Collega's, iedereen heeft gebracht. En ze hebben speciale paletten ervoor gemaakt. Dus het is natuurlijk geweldig om dit zo te zien, dat bedrijven ook, hè, die social responsibility hebben.
En zeggen wij willen ook een bijdrage leveren. En deze enorme berg van afval, moet je nagaan, is maar een klein schijntje van wat er allemaal wordt gebruikt en op straat vaak wordt gegooid. Meneer Lally, als je klaar bent, dan... Ja, ik hoor aan. Ja, geen probleem. En we zien dat er dus heel veel paletjes zijn gemaakt. Ik ga zo meteen horen wat er gebeurt. We zien hier met enorm veel lessen. We zien ook de Parbo bierblikken, zien we daar. We zien echt dus van alles wat is verzameld. Waar is er dus. En medewerkers van hem, hè, die hiervoor denk ik niet extra betaald worden. Maar ook hun verantwoordelijkheid begrijpen en beseffen dat wij mede verantwoordelijk zijn voor ons land. En dat wij dus ook daardoor en daarom ook een bijdrage moeten leveren. Om een en ander goed te laten verlopen, ook voor ons land. Afval af te doen van afval. En het is geweldig om te zien. Zo meteen praten met de verantwoordelijke. Het is bloedheet. En 21 september wordt ook de grote schoonmaak gehouden op verschillende plekken in Suriname. Om alles op te halen. En je ziet de paletten, dus ik wacht nog even. We zien weer heel veel. Moet je nagaan. We zien ook heel veel hier. Weer. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Sanjay Lale. Sanjay Lale van Hem Suriname. Hem Suriname, ja, klopt. Als ik Hem Suriname zeg, dan moet ik Hem Suriname. Altijd kwaliteit. Ja. Hey, ik ben hier en ik zie iets dat ik geweldig vind. Ja. Iets waar ik zelf ook al een paar jaren mee bezig ben, met schoonmaken en zo van Suriname. En de petflessen, ik zie dat je... Wat is eigenlijk, wat doen jullie? Vertel, wat heeft Hem nu gedaan ten aanzien hiervan? Hem is een bedrijf die eigenlijk heel erg bewust is van milieu, mens, dier, milieu. En dat doen we al jaren eigenlijk. Ja. Het is niet de eerste keer. Heel vaak achter de schermen, soms ook voor de schermen. Ja. We zijn een bedrijf dat support, dat doneert voor dieren, dierenasiel, dierenambulance, maar ook... stichtingen, Betoyada, Thuizen voor Ouderen. Dus we doen heel veel wat te maken heeft met de maatschappij. We proberen altijd iets terug te geven. Ja. En ja, een aantal jaren geleden zijn we begonnen met afvalscheiding bij de Hem. Een jaar of 3, denk ik, geleden, zoiets. We hebben ook meegedaan aan Earth Hour, een aantal jaren geleden, toen we de binnenstad hebben schoongemaakt. En we zijn bezig met de SDGs, hè, de Sustainable Development Goals. En een van die goals is voor mij nummertje 12. Dat gaat over, zeg maar, bewust produceren en consumeren. En hoe noem het eens op, wat is het? SG? SDG, Sustainable Development Goals. Ja? Dat zijn een set van goals, die is een set van doelen, die is samengesteld door de United Nations. En dat kan te maken hebben met poverty, met armoede, met milieu, op land, in water. En zo heb je er ook eentje, die gaat dus over bewust produceren en consumeren. Oké. En ja, we consumeren allemaal. Ja. We kopen heel veel producten in de supermarkt. Klopt. En bijna niets, los van vers fruit, komt zonder een verpakking. Helemaal. Ja, dat kopen we heel makkelijk. Maar dan heb je het gekocht, product gebruikt. En dan wat doe je dan met de verpakking? Exactly. Ja, en helaas zien we dat in heel veel bermen en trensen heel veel van de verpakking terechtkomt. Ja. Dat is zeer triest. Helemaal. Dat is een heel groot probleem. En ja, bij de Hem zijn we dus een aantal jaren geleden begonnen om tenminste afval te scheiden. En om ons personeel bewuster van te maken. En een beetje hoor. Ah, hij is heet, hè? Ja, hij is heel heet. Ik kom net van een telling, dus ik ben links aan bakken in de zon. Dus dat doen wij al een tijdje om het personeel bewust te maken. En dit jaar dus was er een initiatief, tenminste World Cleanup Day is aankomend weekend.
En ja, World Cleanup Day zegt het al. Het gaat om het schoonmaken, schoonhouden van je omgeving. En we hebben als bedrijf gedacht, we gaan op twee manieren meedoen. Eén is, we gaan een buurt schoonmaken. In dit geval zijn we met een groep collega's afgelopen weekend geweest naar de Faya Lobbystraat. We hebben een berm en perceel schoongemaakt, samen met het Up to You Foundation. Okay. Ja, en het andere deel was dus dit, een interne contest. We hebben gezegd, hey, de personeelsleden krijgen 2 weken de tijd om in allerlei verschillende groepen, uh-huh, zelf groepjes maken, zoveel mogelijk zwerfafval van de straat te halen. Daar ging het dan specifiek om petflessen, okay, flesjes waarin cola en water, yes, komt, of om blikjes waaruit je drinkt, soda water, bierblikjes, whatever. Precies. Ja, en die hebben wij dus met... Dat is al onze groepen 2 weken lang verzameld. En op dit moment staan wij, de telling van afgelopen vrijdag was op 35.000 stuks bijna. En als ik kijk wat er vandaag al in al binnenkomt, zal dat in het totaal richting 40, 45 gaan. Ja. En dat is dan afval wat dan in ieder geval niet in de wermen verdwijnt. Juist. Niet in de trends verdwijnt. Juist, geen verstoppingen veroorzaakt. Precies, door de afvalverwerking. Ja, dat was dus... Hem Suriname. We zouden nog wat leuke stukjes zien van de namen van de pallets die ze hadden. Van elke afdeling had een hele leuke naam verzonnen. Echt geweldig hoe ze dat hebben gedaan. En 53.930 flessen, petflessen, blikjes, voor 2 weken lang, moet je nagaan, verzameld. Weet u dus hoeveel flessen er in de omloop zijn dus in Suriname? Ik vond het een geweldige actie dat ze dit gedaan hebben. En als we nou allemaal onze eigen petflessen zouden meenemen... heeft u gezien de grote, enorme zakken vol plastic flessen. En in het kader daarvan heb ik een artikel gelezen... dat de heer groen afvalbeheer het een beetje zat is... wat er is gebeurd in goede verwachting. Waar ze enorm veel... stortplaatsen hebben gecreëerd en men iedere keer daar hun vuil dumpt. En meneer Gummel zegt, dat kunnen we niet aan. Alles, ik ga even vragen of ik hem nu al kan bellen. Kan ik nu bellen, want ik zou hem ietsje later bellen, maar dan ga ik vragen of ik nu kan bellen. In elk geval, zij zeggen, we worden het een beetje zat. We komen daar vuil ophalen, met goede verwachting. Een dag of twee daarna, weer stort, weer rommel gemaakt, weer vuil afval gegooid op verschillende plekken. Zij worden het ook een beetje zat, wat ik helemaal goed kan begrijpen. Ik zou het ook zat worden. Je kan toch niet constant maar blijven opruimen. En dan kom jij terug en dan is het binnen 2 weken weer een rommel. Dat is natuurlijk een verschrikking. En u weet dat wij ons ook daar ook voor hard hebben gemaakt. Om te zeggen van jongens. En mensen regelmatig oproepen. Regelmatig laten zien. Neem uw afval mee naar huis. Doe het in de ton. De overheid zou veel meer afvalbakken moeten hebben. Op plaatsen. Maar ook al is er geen afvalton. Dat is nog geen reden voor u. Om uw vuil op straat te dumpen. Het is echt ongekend hoe we ons land bevuilen. U weet, ik ben pas naar Barbados geweest. Vorige week was ik daar. Precies 1 week geleden vertrokken. Take me back. En daar aangekomen, daar let ik op. Ik denk, wat een schoon land. Mooie voetpaden, overal een prullenbak. De mensen hebben van die kleine prullenbakken in hun huis voor hun deur staan. Geen vuil op straat. Dat betekent de mentaliteit van de mensen uit Barbados, de Barbadians, zoals ze zelf volgens mij Barbadians noemen, is dus een van onze rommel gooien we niet op straat. Die nemen we mee. En ik denk dat die mentaliteit moeten we ook hier gaan aanleren. Het is, ik weet niet waardoor het gekomen is. Het was vroeger helemaal niet zo. Vroeger was je verantwoordelijk voor je eigen berm. Je was verantwoordelijk voor je goot voor je deur, voor je erf. Was geharkt. De straten waren mooi, clean. En waar het fout is gegaan, ja, ik zou het echt niet weten. Waarom men is over is gegaan om het zomaar, zeg maar, te dumpen. En ik denk nogmaals dat we politieke partijen zich hiervoor hard zouden moeten maken om dit ook mee te nemen in hun programma. Om ook te laten zien van, hé, dit is niet wat we willen voor ons land. We moeten ons land schoon houden. We kunnen niet maar blijven dumpen. En dan verwachten ook nog dat het wordt opgehaald. We betalen al geen cent. Dat is ook nog iets.
We betalen geen cent voor ophalen van afval, maar we willen wel een grote mond hebben. Nou, gaat u maar mee betalen dan. Ja? U hoort uw afval niet op straat te dumpen. En ik zal even kijken, is niet normaal veel, zegt Cora. Echt waar? 53.000, zei ik het nou? 53.000 of 93.000? Wat was het? 53 of 93? Laat me weer even kijken, was met Aquan Low. 53, ja. Petflessen niet meer produceren, terug naar glas. Gewoon doen. Ook statiegeld, dat vraag ik elke keer aan de minister. Dat zei minister, wanneer gaan we statiegeld invoeren? Nou snap ik natuurlijk dat het niet zo makkelijk is. Er moet heel veel geregeld worden. Maar begin toch in godsnaam ergens mee. Het is echt een verschrikking. Mensen hebben 2 weken lang, hebben deze werkers van hem 53.930 petflessen, blikjes opgehaald uit verschillende buurten. 2 weken. Mismentale armoede, dat is wel mooi gezegd, zegt Sharda. Ja, Sharda zegt een mentale armoede. Als de overheid ook geen voorbeeld geeft, gaat de burger het ook nalaten. Ja. Ja. Ben ik niet heel, ja, ik snap wat je zegt, maar eigenlijk is het, zou het niet zo mogen zijn. Hè? Dat je dus daarom je vuil dumpt op straat. En ja, het is ongekend. Ik kan de dingetjes niet meer. Ja, oké. Sandra Snipte zegt, ik vrees dat we dit onderwerp, dumpen van vuil overal, tot in de lengte van dagen zullen spreken. En daarom moeten we blijven bespreken, want de kracht van de reclame ligt in de herhaling. Net zoals het liedje, zoals ik het zong. Hem, Suriname, altijd kwaliteit. Ja, Ashwin zelf gaat ook mee. We kennen dat lied, waarom? Omdat we het steeds hebben gehoord. Dus we moeten steeds meer blijven praten over neem uw vuil mee. Het regent? Nu. Het regent? Zomaar zegt hij wat. Oh, want ik ben gaan zingen. Oh my god. Ziet u hoe lastig mijn collega's zijn hier zo. En ik geloof hem ook nog. Ik denk het regent. Oh, want ik heb gezongen. Ja hoor, Ashwin. Ja, inderdaad Sandra. We zullen het blijven herhalen. En we moeten het ook blijven herhalen. Want we moeten werken aan die bewustwording. En het is een proces. Dingen gaan niet van de een op de andere dag. En Het is te triest voor woorden, hoe wij steeds maar... En ik vind het erg voor de mensen van afvalbeheer, want die hebben er ook geen zin in. Elke keer moeten ze komen op dezelfde plekken. Het is een artikel, staat er in... het was in een Herald, volgens mij, hè, Verdaus. Toch? Het artikel van Herald heb ik gezien. En daar vertelt meneer Gummels dat hij het ook een beetje zat is. Dat hij zat is dat ze elke keer op dezelfde plek... wat staat er ook alweer? We gaan hem ook zometeen even spreken hoor. Maar hij zegt, hij wordt het een beetje... Ze zijn het zat, het onverantwoordelijk gedrag van de burger. Van de burgerij zijn ze zat. Ik kan me voorstellen, elke keer moet ik komen om jouw rommel op te ruimen. Is toch niet normaal? Steeds meer illegale vuilstortplaatsen worden gecreëerd, zegt meneer Gummels. Steeds, elke keer weer in de buurt van Goede Verwachting. Op haast elke hoek is er een vuilnisbelt. Hoe kan dat in godsnaam? Kijk hier. Wauw. Is dat bij Goede Verwachting? Deze foto. Oké. Goede Verwachting is toch ergens richting Latour? Ja, toch? Juist. Oké, dan heb ik het toch goed. Het is niet eens zo gek ver. Het is aan de Koetsewijnenstraat. Daar onderin. Ja, en sorry hoor. Ik zou iedereen... Nou, dit is toch niet normaal? Is toch niet normaal? Waarom doet u dit? Waarom blijft u... En hij zegt, meneer Gummers, dat de burgerij moet zich simpelweg houden aan regels. Daarom gaan we hem zo meteen bellen. Want ze zijn het zat. En ze zo meteen niet meer komen. Dan gaan wij boos worden. Maar dan hebben ze toch gelijk. Hoe komen niet meer die rommel van jullie opruimen hier ook? Ik ga hem... even kijken hoor. Even kijken... Jezus, even kijken. Laat maar zien. We gaan eventjes proberen hem nu te bellen. Ik had hem gezegd 9 uur. Het is bijna 9 uur, dus dat kan. Maar ik zou het ook spuugzat zijn. Ik kom niet meer hier. We gaan jullie allemaal betalen. Mine komoro rommel op. Ik kom niet meer hier om die rommel op te ruimen. We gaan het niet meer doen. Rommel opruimen moet al bij de opvoeding meegegeven worden. Zo is dat. Goedemorgen, Jeanette.
Hoe staat, Gloria zegt, hoe staat het met de fontein in de binnenstad? Ik zag pas geleden een filmpje voorbij komen. Ja, helemaal smerig ook weer erom. Wat het probleem is in Suriname, we zijn niet consequent in onze continuïteit. Er is geen continuïteit beleid. Dus we maken het schoon nu en dan vergeten we het weer. En niet normaal, hij houdt maar niet op, hè? Zegt Sandra. Waarom kon het vroeger wel in de jaren 60 en 70 precies? Ja, waarom kon het wel? Gewoon belasting invoeren, ben ik eens. Ik zeg hem nu bellen, hij gaat nu opnemen. Ik hoop aan dat het allemaal in orde is. Ja, ik kan al wat horen hier. Een goedemorgen, hallo. Meneer Gummels, hoort u mij? Ja hoor, goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed met u? Ja hoor. Oké, ik las het artikel in Herald. U en ik hebben vaak contact gehad, hè, over vuil ophalen. Ja. En ik zie dat jullie het meer dan zat zijn, en terecht ook meer dan zat zijn, steeds weer illegale stortplaatsen. Vertel, hoeveel illegale stortplaatsen hebben jullie daar inmiddels bij goede verwachting? Ontelbare illegale stortingen, niet alleen maar goede verwachting, maar in geheel Suriname. In principe heb je ontelbare aantallen illegale stortplaatsen waar mensen langsrijden in principe in hun vuil deponeren wat niet hoort, wat dat niet correct is. Nee. En ja, er wordt verwacht vanuit de overheid natuurlijk wederom gratis dat er miljoenen wordt uitgegeven om zulke dingen op te gaan ruimen. En ik werd inderdaad gebeld en gevraagd van wat doen we eraan, wat gaan we eraan doen, bla bla bla. En ik heb gewoon gezegd van luister nou, een illegale stortplaats wordt ontstaan door de mentaliteit van de burgerij, het onverantwoordelijk gedrag van de burgerij. Helemaal. Creëert een illegale stortplaats. Ja. Snapt u? En deze stortplaatsen worden gecreëerd op land en op water. Op water is het geen stortplaats, het drijft weg, het is op één plaats, maar het is nog steeds illegale vuil die gedeponeerd wordt. Door onverantwoordelijk gedrag van de burgerij. Ja. En men vraagt zo vaak, wat gaan wij eraan doen? Maar de overheid kan niet alles elke keer gratis blijven doen. Nee. Uiteindelijk moet u eigenlijk gaan leren hoe het hoort. Want dat heb ik ook gezegd. Wanneer dezezelfde burger naar het buitenland gaat, weet hij of haar wel hoe het hoort. Ja. Waarom kan je hier geen verantwoordelijkheid nemen en dan ben je net omgaan met je vuil? Het enige wat je moet doen is je houden aan de ophaaldagen en de ophaaltijden van de vuilophaal. Die volledig gratis geschiet. Ja. Ja, zouden we moeten overgaan tot betalen, dat mensen nu belasting moeten gaan betalen voor het vuil ophalen? Zou dat helpen? Ja zeker. Dat heb ik ook aangehaald. Ik heb het ook al gepresenteerd voor de regering en ik heb mijn exercitie gemaakt. En ik heb ook gezegd, van zolang de burgerij geen geld betaalt voor zijn ophaal van zijn vuil, heeft de burgerij geen recht op klagen. Klopt. Of negatief kritiek leven ooit. Ze moeten hun mond houden en proberen te voldoen aan de kleine regels, de weinige regels die we hebben. Dat zijn twee keer per week eventjes voldoen of naleven de ophaaldagen en ophaaltijden. Het is niet zo ingewikkeld. En zolang zij niet hoeven te betalen voor de vuilophaal, moet niemand komen klagen over de vuilophaal. Want Surinamers zijn heel goed en heel snel en heel veel negatief kritiek leveren over wat allemaal niet goed gaat. Mm-hmm. Maar het wordt allemaal gratis gedaan. Dus je moet... In principe heel beliefd bedoeld en gezegd, denk ik. Maar je moet je mond houden en lang blij zijn dat het wordt opgehaald. Gratis. Klopt. En eigenlijk hebben we zelf meegewerkt om asociale mensen te creëren. Omdat we ze niet geen verantwoordelijkheid dragen. En ik denk, want u heeft het voorstel aan neergelegd bij de overheid, bij de minister. Om belasting in te gaan voeren. Dat mensen moeten gaan betalen voor hun vuil. Ja, dat idee, dat plan, dat die exercitie heb ik al ingediend. Ik heb het wel meerdere malen aangepast en een beetje verfijnd en noem maar op. Maar er is een plan ingediend. De overheid weet dat het heel erg, vooral nu meer dan ooit nodig is om over te gaan tot het betaald vuilophaal. Bijvoorbeeld 250 per maand voor elke huishouding mag geen probleem zijn. Mm-hmm. En ook al ga je dat doorvoeren, gelooft u mij, ga je... De grootste problemen en de meeste kritiek krijgen van de burgers of de grootste fouten die we maken en dit en dat en zo en zo. Maar de meeste 90% van zijn eigen burgerij geeft meer dan 250 euro aan studiebed per dag. Maar je gaat geen 250 euro uitgeven aan je vuilophaal.
Ja. Precies daarover heb ik het toch? Dat soort krabbelmentaliteit, dat soort negatief denken en dat soort, weet je? Ja. Daarom komen we niet, daarom komen we niet vooruit in dat land. Klopt. En ik kan me voorstellen dat de mensen dat ook zat zijn, jullie. Denk van ja, moeten we daar weer naartoe? Ja, en als je niet gaat, dan krijg je problemen. Maar wat zou je nog anders kunnen doen? Zou je kunnen zeggen, wij weigeren gewoon die buurten te doen, omdat ze het maar blijven doen? Is dat een mogelijkheid? Nou, kijk, je kan niet afgelopen zeggen van, ik weet het, er zijn wet, er is een regel. En de regel is wel dat het bepaald onder leiding van de overheid, betaald door de overheid, het allemaal moet gaan ophalen. Ja. Dat blijft wel voorlopig nog eventjes vast, maar dus je kan het gewoon weigeren. Maar het wordt wel te veel, want wanneer ik nu ophaal op hoek A, en vanmiddag of morgenochtend hoor ik weer dat hoek A weer een hoop heeft, ja. Dan zijn we bezig. Klopt, ja. We hebben het En het is allemaal graag, het kost allemaal geld. En wanneer de overheid geen geld heeft om ons uit de economische crisis te halen, ja. Dat is het precies om dit soort zaken helpt zwaar mee, want de ophalen kost honderden miljoenen per jaar. Wauw. Letterlijk. Wauw. Dus eigenlijk de oplossing is, ja, we moeten het vanaf jongs af weer gaan leren. In de jaren 60 en 70 was dit absoluut niet aan de orde, maar toen hadden ook niet zoveel petflessen en dat soort dingen, helemaal niet. Maar iedereen was verantwoordelijk voor zijn buurt. Je hield je het straat schoon, je hield je erf, je gotro hield je ook schoon. Dat is helemaal weggevaagd. Dus ik denk de oplossing is statiegeld invoeren, heb ik zo vaak gevraagd aan de minister. En ik denk het wat je ook zegt, Jason, is dat er belasting betaald moet gaan worden voor het vuil ophalen. Gaat u maar betalen, meebetalen, we zijn medeverantwoordelijk. En misschien dat het stopt, want het is in alle wijken. Je hebt in Noord bijvoorbeeld een straat, ik weet niet meer hoe het heet, waar er enorm veel ligt. En men blijft het doen. Men blijft het gewoon kijk, doen. De vuilophaal is een staatsbedrijf, door de leiding is de staat. En het is ook weer zo'n probleem dat we hebben, dat de staat niet altijd genoeg middelen heeft of op tijd de middelen heeft om de aannemers te betalen. Wat doe je vaak ook staken. Kijk nou bijvoorbeeld paar heb je die aannemers staken nu, wat hij in geen maanden geld heeft gehad. Precies zo heb je aannemers die in Paramaribo, Wanica meer dan 6 maanden geen geld hebben gehad. Kijk, die werken nog maar laag beetje gewoon door. Maar als je dit allemaal gaat verzelfstandigen met de juiste leiding, en geen corrupte leiding natuurlijk, maar de juiste leiding, een leiding met een hart op de juiste plek, een leiding met een correcte agenda, en je geld kan in een maandelijks via whatever, dan kan ik elke begin van de maand, dan ik mijn aannemers betalen, dan kan ik de garantie bieden dat het vuil correct en goed wordt opgehaald. Dan kan ik de garantie bieden dat die voertuigen in goede staat blijven en niet links en rechts gaan lekken en stank gaan, weet je, et cetera, et cetera. Wanneer ik mijn aannemers ook niet kan gaan betalen, want het kost de staat veel te veel geld. Dat is precies zo'n typische reden waarom de IMF inkomt en tarief omhoog. Maar Suriname niet efficiënt draait. Suriname wordt niet winstgevend gerund. Nee. Suriname is een klein land. Je moet Suriname als een bedrijf runnen. Elk staatsbedrijf moet elk zelfvoorzienend zijn. Privatiseren maakt ze winstgevend. En om veel of half winstgevend te maken en of te kunnen privatiseren, moet je zelf gaan van zelfstandigen. Dan moet je geld gaan innen. Dan hoeft de staat niet in te komen met 400 en 500 miljoen per jaar. Nee. Dat maakt het onze economie kapot gaat elke keer al decennia lang. Ja, want meneer Oldenstam zegt nu, de para, want daar zeg je nu de aannemer aan het staken, hè, in para, die zegt de hoofdweg is al een tijdje vuil niet opgehaald. Het is geen visitekaartje voor wanneer toeristen vanuit de luchthaven naar de stad rijden. Meneer, de vorige DC, dat was deze de Miranda, die had de zaken op orde. Ik ben ook niet tegen betalen, zegt hij, maar de vraag is hoe transparant zullen de vuilophalers zijn over hoe ze het geld verdienen en waaraan het geld gaat. De burgerij heeft vermoed dat grootste winst in eigen zak gaat onder de mom van ik betaal arbeiders goed. Het blijft een cirkel die niet doorbroken zal worden zodra en zolang alle actoren, overheid, ondernemers en burgerij niet transparant willen zijn. Eens met deze stelling van meneer, mening van meneer Oldenstam? Ja en nee. Ik bedoel van het is niet zo, het is geen rocket science. En misschien omdat ik van huis uit geen typische persoon ben die op straat gaat of die naar het werk gaat met de bedoeling om een zakken te gaan vullen. Misschien omdat ik op van die invalshoek redeneer en zo, weet je. Maar ik bedoel, hoe ingewikkeld is het? Als je per jaar, je weet precies hoeveel geld je gaat ontvangen per jaar, want je weet precies hoeveel huishouding je hebt. Als ik elke maand, bijvoorbeeld, of elk jaar bijvoorbeeld 10 gulden ontvang van de burgerij.
ik wil mijn aannemers 9 gulden betalen per jaar. Je weet toch dat je 1 gulden over hebt. Er is toch een klad. Er zijn toch instanties die allemaal kunnen controleren. Zo ingewikkeld is het ook al, is het niet? Ja. Dus, ik bedoel, kom nou. Als we zo gaan redeneren, gaan we nooit voor zelfstandig. Gaan we elke keer niet shit blijven. Sorry, ik word je gebruikt, maar ja. Gaan we elke keer niet shit blijven. Ja, dus het is inderdaad de DC die verantwoordelijk is. Je moet gaan privatiseren. Je moet dat ding uit die overheiddienst halen. Maak het gewoon een particulier bedrijf. En laat mensen meebetalen. Waardoor het die miljoenen die het nu het land gaat kosten of kost... dat hoeven we dan niet meer te geven aan de vuilophaaldienst. Maak dat ding toch verzelfstandig, toch? Dat is wat je zegt, toch, hè, Jason? Ja. Ja. Ja en nee, want nogmaals, die miljoenen komen niet aan de vuilophaaldienst. De vuilophaaldienst verdient geen cent. Ja. De miljoenen worden betaald aan de vuilophaalders. Niet aan de vuilophaaldienst. De vuilophaaldienst verdient geen geld. Integendeel, de vuilophaaldienst is van de overheid. De overheid geeft alleen maar uit. Klopt. En daar krijg je helemaal geen geld terug ervoor. Nee. En de vuilophaal, wereldwijd, is een big money making business. Er valt zoveel geld te maken met de vuilophaal. Bij vuilverwerking alleen maar. Kan je miljoenen verdienen als je dit vuil gewoon correct verwerkt. Ja. En op een of andere manier willen we daar niet aan. De burgerij niet, de overheid niet. Politici zien het belang nog niet van in. En u blijft roepen, want ik weet het. Ook u maakt zich heel hard over al het vuil. Ik hoef u alleen maar te bellen. En dat is nog een compliment ook geven aan de onderdirecteur van afvalbeheer. Als ik de heer Jason Gummels bel. Dan zeggen meneer Gummels, ik heb daar en daar vuil. Hij was laatst zelf op vakantie. En ik heb hem gebeld, hij heeft het geregeld, dat is opgehaald. Meer dan dat kan hij niet doen. Maar je wordt ook moedeloos. En je wordt het zat dat de burgerij zo smerig omgaat met ons land. En ja, wat de oplossing is, ik denk ook, laat ze maar gaan betalen. Dan gaan we waarschijnlijk heel anders om met onze afval. Klopt, helemaal zo. Is het nu eenmaal, en dat heb je niet alleen bij de vuilophaal, maar bij heel veel andere staatsbedrijven. Maar je precies hetzelfde probleem. Er zijn zoveel dingen die we kunnen oplossen en heel makkelijk lokaal kunnen oplossen. In plaats van te gaan zoeken naar buitenlandse investeerders en dit en zus en zo en 4 en 5. We zoeken dat ding gewoon veel te ver. Heb een beetje vertrouwen in eigen kunnen. Het is alles een gezegde van staatsolie. Vertrouwen in eigen kunnen. Het is niet allemaal niet zo ingewikkeld, maar als je naam het meestal dat. De mens vertrouwt hun eigen schaduw niet. Zo ver is de corruptie ingeworteld. Maar de mens vertrouwt hun eigen schaduw niet. Dus ze gaan veel verder zoeken dan elk hoefde. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Nee, we moeten gewoon werken aan de bewustwording. Aan het schoonhouden van ons land. Het meebetalen. En ons verantwoordelijk voelen voor het milieu. Voor ons, het schoonhouden van ons land. Nou, meneer Gummels, ik wil een keertje meerijden met een vuilophaaldienst. Om te kijken hoe ze gaan. Let me know wanneer het een keertje mogelijk is. Dan rijd ik gewoon mee. Gaan. Oh, dan gaan we samen. Yes, we hebben het vaker gedaan. Jij links, ik rechts. Juist. Yes. We gaan het weer doen. Thank you en een hele fijne dag. Abon, jullie ook. Oké, doei doei. Yes, doei. De heer Gummels, onderdirecteur afvalbeheer Suriname, dus hoe heet dat ding? Afvalbeheer heet het, ja. Groen. Afvalbeheer en groen. En men doet het gewoon opzettelijk om hun vuil, inderdaad, zoals mevrouw Ligia zegt, om hun vuil te dumpen. Gewoon. En ik denk dat we moeten mee gaan betalen. Daarom is die ontwikkelingsvisie zo belangrijk. Van waar willen we naartoe als land? Daarom moet ik goed kijken naar programma's van politieke partijen. Wat is hun visie over 5 jaar, over 10 jaar? Niet zomaar schreeuwen, we moeten het beleid veranderen. Hoe dan? Wat gaat u veranderen? En waarom wil u het veranderen? Wat heeft u toen gedaan dat niet goed was? Wat heeft u daarvan geleerd? We moeten veel dieper in de ding gaan en niet zomaar roepen. Ik zeg, je vuil ophalen begint als heel jong moet je de kinderen leren. Begin op school. Hebben we voldoende prullenbakken op school? Ja. Leer de kinderen op te ruimen. Dat ze desnoods elke vrijdag met z'n allen gaan we het schoolplein, schoolerf opruimen. Ja, leer ze maar jongens. Ouders het niet fijn vinden, heeft u pech. We willen onze jonge kinderen leren. Vanaf jongs af aan moet je beginnen. Dan ga je weer verder. De Mulo-school. Ook die jongeren die gooien van alles op straat. Als ze hun ijsje hebben gegeten, hun drankje, hun blikje, Red Bull, hup, overal op straat. Begin daarmee en laat mee betalen. Betaal mee. We kunnen niet zo zitten en maar kritiek hebben op een overheid. En vaak terechte kritiek. En tegelijkertijd bevuilen wij zelf ons land. Moet u zeker, zoals meneer Jason Gummels zegt, niet klagen, u betaalt niet. Hè? Dus hou liever je mond. Maar je met rommel moet ik iedere keer die rommel voor je komen opruimen. Dat is natuurlijk van de gekken. En wat hem Suriname heeft gedaan, 2 weken lang. 53.000 930
petflessen van de straten gehaald, hè? Niet, niet van bij de buurt, nee, van straat gehaald. Hebben ze allemaal zo verzameld. En andere collega's hebben ook meegenomen, hebben hun familieleden gezegd, hey, brengen jullie allemaal flessen die jullie hebben, is allemaal ingeleverd. We moeten toch iets gaan doen met die enorme berg afval van plastic. Gaat u kijken naar Weg naar Zee, daar is er een sluis, ik weet niet hoe die sluis heet. Maar die is gewoon vol met petflessen. Weet jij hoe die sluis daar heet, Verdoos? Bij Weg naar Zee is er een sluis. Hoe heet dat? Weet je hoe die heet? Voordat je dus, je komt naar Weg naar Zee. En dan is een hele grote sluis met heel veel petflessen. Ongekend, mensen, ongekend. We moeten de schuld niet naar de burger schuiven, zegt waarheidsgetrouw. Het begint bij de straat en niets van betalen, want het gaat toch in de zakken van de regeerders. Wie, aan wie moet ik de schuld geven dan? Wie gooit die flessen daar, meneer? De mensen die hun zakken vullen? Die lopen op straat en die gooien dat? De burger doet dat toch, meneer of mevrouw waarheidsgetrouw? Mooie naam overigens, waarheidsgetrouw. Wie gooit die flessen en die rommel op straat? Wie rijdt naar een plek en dumpt daar? Ik heb in buurten gezeten, daar een zijstraat van de Duisburglaan. Ik ben even de straat vergeten. Waar mensen gewoon hun vuil komen dumpen. Pampers, petflessen, wat noem je, vuilniszakken. Hun wasmachine is kapot, die komen ze daar dumpen. Wie doet het? De burger toch? Ja hoor, meneer en mevrouw waarheidsgetrouw. De burger is mede verantwoordelijk voor de puin. Niet de overheid alleen. De burger, want anders is het altijd anomie. Anomie, het wasn't me. Dan gaan we altijd naar die anderen kijken, maar wij, waar is onze collectieve verantwoordelijkheid dan? Zijn wij niet verantwoordelijk? Ik mag gooien mijn flesje gooien op straat, ruim maar op voor mij. Nee, ik ben niet eens hoor. Nee, u bent het niet eens met mij, dus dat mag ook natuurlijk. Ik schuif dus de schuld wel degelijk bij de burger. Ja, Verdoos? Heb je iets? Dat is die sluis? Kijk. En dat heeft de overheid gedaan. Kijkt u. Dankjewel. Hé, kijk man, deze man is geweldig. Dankjewel man. Kijk, hij is van mij gaan... en dan gaat de burger moet het gaan schoonmaken. Te smerig. Nou, sorry hoor. Sorry. Ja, de burger gooit die rommel. Kan ik weer even een stukje zien van al die flessen die je net even liet zien? Dat is echt vol. Ik rijd langs zo vaak, omdat, nou vaak, als ik naar meneer Isaias ga om die tori van Weg naar Zee te bekijken, dan vraag ik me af in godsnaam, hoe is het mogelijk? Ik ben een paar keer geweest aan de Heilige Weg. U weet het toch, hoe ik daar heb gestaan in die rommel om op te ruimen? Wie doet dat? De burger. En zolang we die verantwoordelijkheid niet nemen, gaat er niets veranderen. En dus, kijkt u hier. Kijkt u wat daar ligt. Hebben de zakkenvullers het gedaan of de burger? En dit komt van Zenen, Verdoos. Dus mensen gooien, als ze in de rivier zijn, gooien ze gewoon hun troep. En dat staat gewoon daar bij die sluis. En deze sluis moet ervoor zorgen dat het water kan stromen. Nee. Dankjewel. Mijn collega was heel snel. Hij is gelijk gaan zoeken en hebben we gelijk het bewijs geleverd dat ik niet zomaar uit mijn nek zit te kletsen. In Nederland, zegt Letitia, doen sommige scholen op de vrijdag de klas een goede opruimbeurt geven. Ja, we moeten jong beginnen. Jong geleerd is oud gedaan, hopelijk. Samen met de buurt de werkbare oplossingen zoeken. En daarom zijn RR-leden zo belangrijk. Kijk u naar Blauwgrond. De RR-leden daar doen echt hard hun best om de buurt daar schoon te houden. Nou, RR-leden zou ik zeggen in buurten van goede verwachting. En ik weet niet welke buurt dat is. Onder alle districten het valt is het Paramaribo, is het Wanica, Paramaribo. Nou, RR-leden van Paramaribo, gaat u met die burgers daar kijken hoe u dat kunt oplossen. Hoe u samen met OW kunt kijken naar een oplossing. Samenwerken. Niet van, ik ben het niet, jij. Nee, samen doen. We hebben rechten en plichten, zegt Sajarda. Ja, Brandimakka, Weg naar Zee. Brandimakka of zo, ja. Verder moet men onderscheid maken tussen zwerfvuil en huisvuil. En heel veel huisvuil tref ik daar aan, hoor. Heel veel huisvuil. Echt waar. Gewoon vuilniszakken, gewoon dumpt men daar hun huisvuil. Pampers zit erin. Alles zit je erin. Alles. Blikken. En ook bedrijven gooien hun zakken die ze hebben, uit de verpakking hebben gehaald. Hup, dumpen ze daar.
Met het gevolg, ja, Cora, alles zit verstopt en vast. En is het de overheid? Nee, wij. Hoe moeilijk is het om statiegeld in te voeren? Ja, ik ga het nog een keertje meneer Dazai vragen. Hij is ook, was laatst ook hier in het programma van Rasonic, hè? Was hij ook hier? Hebben jullie toevallig gesproken over statiegeld? Weet je dat? Nee. Dus iets dat ik hem blijf vragen. Iedere keer als hij me ziet, ja mevrouw Botsen, u weet het, statiegeld. Maar dit, de burger, u bent medeverantwoordelijk. Dat is een collectieve verantwoordelijkheid. Overheid en burger zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de schoonheid van hun land. Je kunt duizend, ik heb een keer, 10 keer gebeld voor die ene straat. Meneer Gummel stuurt een dingetje, zo'n pick-up. Met zo'n hub, ze halen het weg. 2 dagen later ga ik naar diezelfde plek en daar is weer gedumpt. Wie doet dat dan? Niet de zakkenvullers. Is de burger. En zolang we niet komen tot die erkentenis, zolang we niet komen tot die eigen verantwoordelijkheid te nemen, gaat er niets veranderen. Dus hem Suriname, goed initiatief. En dan werd het opgehaald door een recyclingbedrijf. Dus misschien moet er meer gekeken worden. Hoe gaan we dit doen? RR-leden zou ik oproepen. Doe toch meer uw best in uw wijk. Want volgens mij is dit ook iets dat u samen kunt oplossen met uw wijk. Wie heeft de schoonste straat? Desnoods een wedstrijd er tegenaan gooien. Whatever, zoals hem gedaan heeft. Om elke afdeling kon een prijs winnen. En ze hadden echt hele leuke namen, jongen. Ninja, I don't know. Echt geweldige namen. Gloria, ik zat op Latour-school, zegt Muriel Habib. We moesten elke dag harken en na de pauze ook. Kun je nagaan. De kinderen die straf kregen op school, moesten het schoolerf schoonmaken en houden. Rasonic was gisteren te zien bij het programma De Erfgenamen. Klopt dat? Oh, ik weet niet welk programma dat is. Oké, dankjewel Sandra. Ja. Ik denk niet dat het moeilijk is om statiegeld in te voeren, maar omdat wij niet van automatisering houden, gaat het niet komen. Wij houden niet ervan om een druk op een knop zaken te doen. We houden van schrijven, want dan kunnen we zaken zoeken laten gaan. Ja, het was leuk, zegt iemand het programma. Ik ga er moeten naar kijken, ik heb het niet gezien. Oké, heeft hij hem ook niet verteld. Maar nogmaals, mensen, burgers van Suriname, ik roep u toch nogmaals op. Meneer waarheidsgetrouw of mevrouw waarheidsgetrouw. Alsjeblieft, denkt u niet alleen, het is niet de burger zijn schuld. Het is de burger die dingen dumpt. Als u zo denkt, zullen waarschijnlijk nog meer mensen zo denken. En als, dan blijven we zitten in deze rommel. Oh, erfgenaam is van Nederland. Oh, oké, okay, maar jullie waren erin. Oké. Okay. Meneer Prakaas zegt, wie geen kind neemt kan op straat propjes laten vallen, huisvuil ongesorteerd aanbieden en rechtjes verf weg laten lopen in de gootsteen. En toch recht in de ogen van kinderrijke milieuactivisten kijken. Mijn jongens, als ze waren een snoepje, zoals dit, ik heb hier een snoepje, tikka snoepje. Heb je geen prullenbak gezien op straat, stop het in je jas. We moeten weer terug naar de basis, mensen. Goed, dat gezegd hebbende over vuil afhalen en vuil storten en ons land bevuilen. Ik zal u vertellen, toen ik zondagmiddag aankwam, vanuit Zanderij reed, opgehaald door Amanda en Horatio. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik dacht, jeetje man, waarom? Ik was echt zo, ik baalde, ik walgde van die smerigheid. Wij doen het. En het is triest dat we zeggen die overheid. Nee man, net meneer Jason zegt, er zijn 2 dagen in de week wanneer we uw vuil komen ophalen. Dan moet u het aanleveren. Maar u heeft zoveel vuil, dan gaat u het gewoon ergens dumpen omdat u het niet in uw tuin wil houden. Aan elkaar kan toch? Maar naar overheid, naar UNO. En statiegeld zou ik zeggen, overheid, voert u dat ASAP in. Echt waar. Dan ga je het zien hoeveel het wordt opgeruimd. Want dan gaan de kinderen allemaal, mama, mag ik die fles brengen naar de Chinees? Want je kiest maar een dubbeltje of je kiest 25 cent. 10 fles heb je alweer 2,50. En misschien moeten wij ook een actie houden als media. Van kijken van schoon, breng uw petflessen. En u krijgt, het is echt niet te geloven. Oké. Okay. Kinderen van mij kwamen met volle jaszakken thuis. Kleinkids nu ook. Lloyd zegt, we weten dat de burgers zijn. De vraag is, hoe kunnen we dat gedrag veranderen? Laat ze meebetalen. 1, meebetalen voor uw afval. Dan ga je het voelen in je zak. Net in je vlak in je zak.
Je zorgt ervoor dat er voldoende prullenbakken zijn. En je gaat zorgen voor die bewustwording. Door op scholen heel veel te praten. Door daar bij de jonge kinderen te beginnen. De ouderen, die ga je niet meer kunnen veranderen. Maar zorg dat die mentaliteit... Want het is een, ik heb het gezien in Barbados op school. Toen ik daar op die ene Prins Margaret school was. Nou, geweldig, geweldig. Nou, dat kunnen wij ook informeren. We moeten jongs af beginnen. Zo kunnen we het. En politieke partijen zouden het in hun programma moeten hebben. Hoe lossen we dit probleem op? Want het wordt echt een groot probleem, hoor. Dus, oké. Okay. Goed. Dan ga ik even vragen naar een leuke pokoe. En dan gaan we naar ons volgend onderwerp. Tot zo. Als het goed is, heeft hij al een pokoe klaar. Yes. Nou, dat is een heel mooi lied. En ik begrijp van mijn collega dat het die jonge dame is die zingt. Zij zingt. Is hij? Emily. Oh, is Emily. Ja. Oké, geweldig, man. Emily heeft toen ook bij mij in mijn programma toen Doe het Estafette 2 jaar geleden ook gezongen. Wauw, heeft een prachtige stem. En Saramakaan zingen, dat is ook weer mooi van ons Suriname. Dankjewel voor dat. Is het een nieuw lied of zo? Nee, oké. Ze zingt ook Hindustans? In Javaanse toch, is ze? Emily is Javaans, geweldig. Oké, Oké. Oké.
Tijd vermorsen, de enige verstilling die geen afval achterlaat. Ja, meneer Prakash. Goed, wij gaan zo meteen ook eventjes naar wat andere beelden kijken. En dan ga ik bellen met, als het goed is... misschien handig of we die, even die beelden laten zien, eerst. Dan ga ik even checken of ik hem kan bellen gelijk. Ook dat is een, iets waar ik aandacht voor blijf vragen. Omdat het niet, het wordt niet adequaat een oplossing. Er is geen structurele oplossing, het blijft. En het is vrij dicht bij de stad. En we hebben denk ik onvoldoende in de gaten wat het kan betekenen als het in één keer helemaal fout gaat. Dus ja, let us see the picture, de dingetjes. Vrijdag 20 september 2024. Het water blijft naar binnen stromen. Dank je, dus helemaal stuk klaar. Ja, u ziet het weer. Climate change, hier kun je niks aan doen natuurlijk als het heel veel water is. En de volle maan, heb ik begrepen, de wind moet er zijn, een bepaalde wind moet er zijn, volle maan moet er zijn en nog iets. I don't know, ik ben die derde vergeten. En dan krijg je dit, u ziet die dam wat ze hadden gemaakt, dat wordt helemaal weggeslagen. En deze is bij weg naar zee. En dit kan helemaal doorgaan naar Paramaribo. Quataweg, dat kan als het flink... regenen of het water is een hoge stand en die volle maan is er, dan hebben we echt een probleem in Suriname. We zoeken nog steeds naar een oplossing. Het lijkt maar niet ervan te komen. Waarom niet? I don't know. We blijven iets proberen dat ogenschijnlijk niet werkt. En toch blijven we dezelfde wijze doorgaan. Iets dat we in Suriname altijd doen, denk ik. Hetzelfde blijven doen en verwachten dat er een ander resultaat komt. Zo werkt het natuurlijk niet. Je zult, als het iets niet werkt, dan moet je overgaan tot een andere vorm. Om te gaan kijken, oké, werkt dit? Praat met de buurtbewoners. Meneer Isaias die dat naar mij gestuurd heeft vorige week. Ik was toen op Barbados. En u weet het, ik vraag hier vaker aandacht voor. Omdat het niet... een oplossing heeft gebracht nog. Men heeft nog steeds niet gekeken naar die mangroven die helpen onvoldoende. Wat hadden ze nog meer? Mangroven en die bamboestokken werken onvoldoende. Dus je gaat naar iets anders moeten zoeken en met de bewoners samen kijken die daar zitten. In die buurt hebben zij een oplossing. Want anders mensen, vrees ik het ergste, dan blijven we hiermee klooien, om het maar zo te zeggen, rommelen. En we komen niet tot een oplossing met alle gevolgen van dien. Dat uiteindelijk steeds maar komt. En dan zitten we zometeen... Maar dan is het te laat. Ik krijg hem niet te pakken. Dus ik ga nog een keer proberen. Maar dit is nu, zeg maar, de situatie zal nu wat minder zijn. Het was vorige week, 23 september. 20 september, vorige week, was dit het geval. En ook hier, nogmaals, gebruiken we iets dat niet werkt.
En het werkt niet, dat zie ik. Hè? Dus niet omdat ik zo deskundig ben, want dat ben ik helemaal niet. Maar op basis van de feiten. Ik ben daar een paar keren geweest. Ik heb gesproken met de heer Naipaal. En hij ook, heeft ook aan. Ja, eigenlijk, ja, de bamboe werkt niet. En die mangrove werkt ook niet. Ja, maar wat is dan de oplossing? Hoe ver gaan we dit laten gaan? Hoe ver gaan wij maar door tot het in één keer alles daar kapot is? Het hele quota onder water is. Gaan we dan in één keer rennen? Je moet toch op basis van deze beelden, moet jij gaan zorgen dat er, er verandering komt. En meneer of mevrouw waarheidsgetrouw, u gaat nu een vraag stellen dat ik bijna boos over gaat worden. Dat vind ik zulke appels en peren vergelijken. Meent u dit nou echt serieus? Meent u dit nou serieus? Komt dit ook door de burger? Ik heb het net over climate change. Goed luisteren. Maar eigenlijk, laat maar. Er wordt al jaren gewerkt met bamboe en met, mangroven. Het werkt onvoldoende. Of kunnen zelf sterken, het werkt niet. Dus overheid, u moet gaan zorgen voor een andere oplossing. Een van de oplossingen was, dat had toen, was toen ook al gezegd, toen ik dacht minister Permisser er was, die had eigenlijk gezegd van, eigenlijk mogen mensen hier ook niet eens meer wonen. Dat moeten we anders gaan doen, openbare werken. Oké, okay, men blijft daar, is al eeuwen daar, hun familieleden, dus oké, okay, je blijft daar. Wat is dan de oplossing? Ga je een dijk bouwen zoals bij Coroni en bij Nikeri? Wat is dan de oplossing? Dus de overheid, dit werkt niet. En er wordt weer geld aan besteed, er worden weer projecten en dan gaan ze weer beginnen met mangroven, weer beginnen met bamboe. En u ziet het, het geeft niet het gewenste resultaat. Dus je moet gaan zoeken naar een andere oplossing. Dit is niet iets van nu. Dit is al 10 jaren zo. En wij investeren onvoldoende. We hebben geen ontwikkelingsvisie. We kijken niet over 10 jaar, over 15 jaar. Nee, we doen maar een dotje. En het is nooit de schuld van ons. Het is altijd die andere. Maar die burger en de overheid hebben allebei een verantwoordelijkheid. Zoals ik thuis met mijn kinderen, mijn 5 zonen. Broer, jij hebt ook een verantwoordelijkheid. Niet alleen mama, ook jij. En dat moeten onze kinderen bijbrengen. En dat moeten onze burgers blijkbaar moeten helemaal heropgevoed worden. Als ik naar sommige reacties kijk, denk ik, oh, dan heeft het geen enkele zin. Dan kan ik net zo goed de tent sluiten. Dat ga ik niet doen. We gaan er dwars doorheen en zeggen, nee, dit is niet die weg. Overheid, ik heb het gevraagd aan de minister Dasai. Ik heb het gevraagd aan minister Noor Mohammed. En ze gaan opnieuw proberen met de heer Naipaal. Ik zeg maar, het ding werkt niet met de heer Naipaal, professor Naipaal. Met alle respect hoor. Het is al, hij is niet zomaar professor geworden, dus hij heeft duizenden malen slimmer dan ik. Echter dan ik, maar als we kijken dat wat je probeert te doen niet werkt, dan moet je ook gaan toegeven, toch? Hè? We zijn 50 jaar verder na dato en wat wij doen werkt niet. Waarom zeg ik dat? Kijkt u maar aan zijn overheidsgebouwen, hoe die eruit zien. Het werkt niet zoals wij het doen. De burgers, die worden alleen maar lakser. Het werkt niet. Dus moeten we kijken naar iets anders. Zoals mijn programma heet, Travas de. Er is een andere manier. Zoek die manieren dan. Blijf niet stug volharden in, dit doen we zo. Als vroeger zeiden ze, Mina NPS'er met derde NPS'er. Zulke uitspraken. Nee, gaat u verder kijken naar uw politieke kleur. En verder kijken naar uw etniciteit. En ga kijken wat is goed voor het land. Dit werkt niet. En meneer Isaias, die baalt er natuurlijk ook van. En die zoekt maar steeds naar oplossingen. Vorig jaar zijn we daar geweest. Toen in februari zijn we geweest. We hebben het aangehaald. Niets mee gedaan. Toen gingen we volgens mij april weer. Was hetzelfde probleem. En nu zijn we in september, en ik heb begrepen, oktober verwacht men een flinke stijging van het water en weet ik veel wat. In het Surinaams hebben ze een gezegde, dring, dresi, wachti, siki. Dus je moet prepared zijn, je moet preventief te werk gaan. En als dat ding niet werkt, bijstellen. Gewoon durven te zeggen, dit ding werkt niet zoals we doen al die jaren. Dit ding werkt niet, of het werkt onvoldoende. Maar er wordt maar bamboe aangeleverd steeds. Er worden maar mangroven, die worden in één keer weggeslagen. En
Cora zegt, ze begrepen schijnbaar niet wat de kracht van water is. Ik denk dat heel veel van ons het niet begrepen. Hebben we nog echt niet in de gaten. Sharda zegt, ik vind het verbazingwekkend dat OW zijn prioriteiten negeert wat dammen en dijken betreft. Want het kan zo fout gaan dat we de bootjes zullen moeten aanschaffen. De natuur is sterker en onvoorspelbaar, zegt Sharda. En in Suriname is financieel zwaar en Suriname is financieel zwaar beperkt. Ik snap openbare werken niet. Het is een combinatie van verschillende ministeries, denk ik. Ook ROM zal hierin een rol spelen. En ja, toch? Milieu, OW en ik weet niet meer. En LVV. Ja, ga die samenbundeling doen. Gaat u, maakt niet uit welke politieke kleur u heeft of welke partij. Oh man, really? Nee, maar zo denken wij niet. Hè. We denken in hokjes. Ja, het is mijn partij. Dus alles wat mijn partij doet is goed. Alles wat mijn partij gedaan heeft in het verleden is ook goed. We kijken nergens naar. Is er geen fonds? Ja, Steven. Er wordt steeds gebruik gemaakt van fondsen om die mangroven te beplanten. En die bamboestokken te kopen. Dat gebeurt met geld van fondsen. En ik snap de mensen van de fondsen niet. Komt u kijken, Asanaiwoko. Komt u zelf kijken, het werkt niet. Het zijn de beelden wederom van dit jaar. Ik kan u beelden laten zien van vorig jaar. Nog een grotere drama. En we blijven en we doen het maar. Want ja, het is niet onze verantwoordelijkheid. Hè? Het is oké. En zo gaan we dus, ja. Mangroven had je 40 jaar geleden mee moeten beginnen. Plus andere manieren van versterken. De zon maakt bloemen, warmte. De zee maakt stil. Wat maken wij? Vooral kapot, zegt Cora. Ja, het is al jaren geleden voorspeld dat Suriname over een paar jaar onder water ligt. We zijn voorbij mangroven, zegt Sharda. Inderdaad, het werkt niet. Of je moet zulke grote mangroven hebben. Maar die kleine plantjes die toen met heel veel bombari, vorig jaar volgens mij, was het 2 jaar geleden. Ik weet niet, 2 jaar geleden, toen minister premier Rutte hier was. Oh ja, met heel veel bombari toestanden gereden naar een weg naar zee. Mangrovenplantjes, die zijn allemaal weg. Sst, gewoon weg. Gewoon geld. Geld weggooien. Letterlijk geld naar zee dragen. Gewoon hup. Niet water naar zee dragen, maar het geld zo weggedragen. Zwaar geschut tevoorschijn halen in de vorm van dijken. Ik denk niet dat we geen andere keus meer hebben. Misschien ligt de schaal van uitvoering van professor Naipaul te laag. Maar hij doet het al jaren. Wanneer is Naipaul al bezig? Van mij 2008. Hij is al heel lang bezig daar hoor. Het is niet van nu. Dus dan zou je zeggen nu 2008. Je komt nu. Ja, je bent verder en verder. We zijn nu in 2024. Dan moet je toch gaan bijstellen. Ik zeg het aan de minister. Die was hier bij onze bezoek verdoos. Weet je nog? Ik heb aan de minister gevraagd. Hij zei ja we gaan nog een keer. Ik zeg gaat u nog een keer met meneer Naipaul zijn dingen proberen? Waarom doen we dat? Het werkt niet. En ik ben geen waterbouwkundige. Ik ben absoluut geen deskundige op het gebied van waterhuishouding en dijken en zo. Maar het werkt niet. Dat is wat ik kan zien met mijn simpel verstand. Ik hoef niet een hoge IQ te hebben. Ik zie het werkt niet. En toch gaan we ermee door. Dan is het. Ja, hoe komt dat dan? Denk ik, ja. Wordt er geld gemaakt ermee? Ben je te arrogant? Ben je om niet toe te geven dat het ding niet werkt? Wat is het probleem? Nederland inschakelen als het om dijken bouwen gaat. Ja, ik bedoel, ik weet het ook niet hoor. Maar in elk geval, dit wat we nu doen, werkt niet. En het gaat steeds verder. Het komt steeds verder naar het land toe. Ik heb daar gestaan bij meneer Isaias. Ik heb gezien hoe alles van zijn Marcusa, dacht ik, helemaal... Zoutwater. Ik heb gestaan bij de andere kant van de mensen. Waar daar bij die ene dijk gewoon water is gesloten. Mensen konden niet eens doorrijden. Hebben we gefilmd. Ik zit niet hier uit mijn neus te kletsen. Ik was daar. Gefilmd en al. Het staat vast op beeld. We gaan rustig door. Wanneer was dit? 2000 hoeveel? 2023. Shell biedt 50.000 aan voor mangroven en bewust. Really? En wat is ermee gebeurd? 50.000 US. Vorig jaar wanneer? Mei. Is een jaar geleden. En het is niet...
Nou, jongens. Weet je, $50,000. Bewustwording. En wat? Renovatie, herstructurering van het mangrovenproject? Wat was dat? Wat stond er? Het is toch niet te geloven? $50,000. Broer, rehabilitatie en bewustwordingsproject. Wat hebben we gemerkt van bewustwordingsproject ten aanzien van iets daar? Ik en niks. Rehabilitatie. Ik was daar dit jaar. Geen enkele mangroven te bekennen. En ik ga deze week weer eventjes checken. $50,000, meneer en mevrouw. Wat hadden we daarmee kunnen doen? Het zijn bamboestokjes, maar de overheid faalt enorm. Ja, helemaal. En deze falen ze om door te gaan met professor Naipaal Soto en niet meer know-how erbij te halen. Holland, de dijkmeesters. En dan ga je zeggen, ja, waarom Holland? Hé, hey, haal mensen erbij die deskundig zijn. Even nou uit Timbuktu komen of weet ik veel, Putjesbroek. If de man Sabasani... Waarom moeten we opnieuw het wiel gaan uitvinden? En je ziet dat ding van meneer Naipaal werkt onvoldoende. Laat me het netjes zeggen. Het werkt onvoldoende. Dus mensen, we moeten iets anders doen toch? Ze hebben bamboestokjes van gekocht. Zijn van die 50.000. Als je die bamboestokken daar ziet. Ik heb hem gezegd, voor mij heb ik het ook nog op film. Ik zeg meneer Naipaal, maar het werkt toch niet? Nee, nee, nee. En het stond daar een beetje, ja, ja. En toch doorgaan. Waarom? En ik bedoel, de minister zegt hier ook laat nog, wanneer hebben we hem hier gelaten, een paar maanden geleden volgens mij, verdoofd. Toen heeft hij gezegd, we gaan weer proberen, we gaan een ander project van meneer Naipaal, ja, sorry. Sorry. Ik weet het niet hoor. Wat stond er tegenover die 50.000 van Shell? I don't know wat Shell heeft gekregen ten aanzien van, maar ze hebben natuurlijk allemaal een social corporate responsibility dingetjes hebben ze. 16 mei 2023. We moeten meneer Naipaal gaan vragen. Wat is er gebeurd met die 50.000 die u gekregen heeft van Shell? Break it down for me. Break it down. Welk bewustwordingsproject waar? Op scholen? Break it down. Wordt een mooi, mooi artikel. Ik ga, dankjewel, Verduis. Ik ga het zo meteen even lezen. Als je het voor me kan sturen. Want dan ga ik even lezen wat is daar gezegd nog meer. Want dat is natuurlijk, soms kan je de kopje een beetje op een verkeerd spoor zetten ook, hè. Shell even vragen of dit project daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Is ook iets inderdaad. Even gaan kijken wie daar heeft gedaan. Onderzoek waar dit systeem wordt toegepast. De verschillen zoeken. En waarom lukt het bij ons niet? Serieus. Naipaal heeft verstand van grondwater. Verandering door milieu. Niet van de zee. Dat zou ook kunnen. Ik heb geen idee wat zijn expertise is. Maar in elk geval op basis van wat ik zie werkt het onvoldoende. En Lloyd, ik heb begrepen dat de bamboe... Je hebt verschillende soorten bamboes. En deze die hij gebruikt... Heeft gezien het filmpje van mij van dit jaar nog, februari. Wordt gewoon weggewalst. Dus het werkt niet. Dus waarom het bij ons blijkbaar niet lukt, omdat we misschien niet de juiste bamboe gebruiken. Er zijn verschillende soorten. En elke keer weer, in oktober werd er gezegd, verwacht men. Daarom zijn ze ook nu bezig bij Alliance. Om daar die boel te versterken. Want in oktober, dat is next week, dat is volgende week al, verwacht men weer. En wat gaan we dan doen? Wederom zo kijken, zandzakken voor de deur. En that's it? Oh, mangrovenplanten, that's it? Nee, dat ding werkt niet. Dat ding werkt onvoldoende, man. Hé, hey, ik zal je vertellen, het is gewoon te triest voor woorden. Hoe wij blijven doorgaan en bekijken of ik hem... En ja, ik zou zeggen, eigenlijk zou je daar moeten verhuizen. Maar er zijn heel veel gezinnen die daar wonen en al jaren wonen, hè? Toch? Verdouwd, die al 30, 50, 60 jaar wonen van hun ouders. Toen hè, was het. En ik weet niet hoe het zit bij Weg naar Zee naar de crematieorde. Hebben ze daar ook last van wateroverlast? Bij het crematiegebeuren? Daar niet. Niet echt. Het komt wel. Ha, zie je. Ja, en voorlopig gaan we dus... Ja, regeren is vooruitzien. U als beleidsmaker in deze... hoort ervoor te zorgen dat, dat de dijk wordt gebouwd. Of I don't know. Ik bedoel, zoals ik al zei, ik ben in deze totaal een dummy. Een leek. Dus ik weet niet wat de oplossing is. Maar wat ze nu als oplossing gebruiken, werkt in elk geval niet.
Zo slim ben ik wel om dat te zien. Ik ben in februari geweest, van mij toen weer in mei geweest. En nu kreeg ik steeds de filmpjes van dingen. Raj. Raj komt eigenlijk aan. Raj heeft ook een beetje verstand van water, volgens mij. Raj, dat ding werkt niet meer weg naar zee. Wat moet er dan gebeuren? Bouw dijken, roep de Nederlanders, die overal ter wereld worden gevraagd, overigens zo, hè? Vanwege hun expertise. Ze hebben hun extra kennis op dat gebied, want ze zijn ook een waterrijk land. Dus ze moesten er ook voor zorgen dat ze hun land gingen beschermen. Kwel de project naar zee, nimmer bedoeld als permanente kustdingen. En wanneer was dit? 2024. Voor, dat zegt hij. Oké. Okay. Maar dat is wel gezegd. Dat ze moesten de kwelders, is ook veel geld geweest, de kwelders gaan we gebruiken. En u zegt, het was nooit bedoeld. Maar wat was dan wel bedoeld als permanente kunstbeheer? Stuur je dit artikel ook voor mij? Dan kan ik hem ook gaan lezen. Dankjewel, Verdaus. Kijk, zie je, dat is zo heerlijk van zo'n technicus te hebben, die niet alleen maar achter de knopje zit, maar die meeluistert en dan met, dit wist ik dus niet. Zou het zo kunnen zijn dat de overheid dit als verloren gebied beschouwt en daarom geen actie onderneemt? I don't know. Waarom? Weet je nog dat wij zeiden dat zand en klei niet gaan helpen op termijn? Ja, we hebben het toen gezegd. En hij zegt dus die kwelden, want kwelden zijn, waren ook speciale dingen die, zeg maar, het moesten tegenhouden. En het was nooit bedoeld als permanente kustbescherming. Dan waarvoor was het wel bedoeld dan? De meeste beleidsmakers zijn geen techneuten. Daarom komen ze met gekke oplossingen als bamboe en mangroven. Maar, Raj, dat is de professor Naipaal, is niet een techneut. Hij is ook een techneut. Ja, oké, ik kan hem ook een techneut noemen. Maar hij heeft ervoor gestudeerd, blijkbaar. En nu gaan ze weer, want dit is van maart. Gaan ze weer met iets beginnen? Want nu gaan ze weer met iets beginnen, zei de minister toen hier. Dat ze het gaan aanpakken. Weer met professor Naipaal. En professor Naipaal, ik heb niks tegen u, hoor. U zal een toppiegozer zijn, maar wat u heeft geprobeerd nu vanaf weet ik veel meneer, het werkt niet. En dan heb je 50.000 van Shell gekregen voor een bewustwordingsproject. Ik heb nergens een bewustwording gezien over weg naar zee en over water. Ik heb het gemist, dus ik kan niet zeggen dat het niet gebeurd is. En over rehabilitatie mangroven. Hoe heeft voor binnenwateren gestudeerd, zegt Cora. Is dat zo? Geen idee. Ja, en het is een different ballgame, hè? De zeewater. Een different story is een different story. En als je ziet dat dit wat je probeert te doen niet werkt. Mensen, kind. Ai, toen was Rutte er. Was ik ook. Was het vorig jaar mei of maart? Ik was er ook bij. 2022, denk ik, hè? Is niet vorig jaar. Is voor mij 2 jaar geleden. Ik zie wel Rutte, mangrovenplanten. Het is allemaal weg. Zomaar geld weg. In 2022 denk ik, hoor. Ik denk niet 2023. Het is 2022. En dan zie je meneer professor Naipaal helemaal lachend kijken. Ja hoor, dat doen we. De president, yes, we zijn er. Kijk, ons geweldig zijn. Maar... Gaat u nu kijken, nergens een mangrove te bekennen. Die plantjes waren ook te klein. Die zijn zo weggevaaid. Het is niet zo eenvoudig. En dat snap ik ook, Lloyd, dat het niet eenvoudig is. Maar dat, in elk geval, de methode die ze nu hanteren, werkt niet. Dus dan moet je naar een andere oplossing gaan zoeken, toch? De Guyana-stroom kalft grond weg op dat gedeelte. Dus het is niet zo eenvoudig. En I do understand dat het niet eenvoudig is. Maar bamboe werkt niet. Mangroven werkt niet. Wat gaan we dan doen? Blijven proberen met die bamboe? Blijven proberen met mangroven? Meneer Naipaal krijgt geld uit bepaalde fondsen. Dat is een leuke bijverdienste, zegt Raj. Mijn god, wat een gevreubel en kunstbescherming. Dijken, dammen, plus afkalving, Suriname rivier aan beide kanten. Ja. Ik snap het ook niet waarom er weinig tot nu toe niets mee echt concreet. Want Coroni heeft een dijk, toch? Nikeri heeft een dijk, toch? Ja. En dat staat goed. Het is nog niet gaan kapot gegaan of zo. Ik weet niet hoe lang het staat. Maar ik denk dat we dus moeten gaan zeggen, hé, kunnen wij hier een dijk maken? En dat weet ik ook niet natuurlijk. Zoals Lloyd zegt, is niet eenvoudig. Maar is er onderzoek naar gedaan? Gaat u data verzamelen? Gaat u kijken? Dat is wat je moet doen, toch? Want, hé, oké,
Hoe probeert die? Hoe probeert dat? Het werkt niet. Dus wat gaan we dan wel proberen? Zodat het kan werken. En we hebben rotsen in het binnenland. Gewoon stenen langs de kustplaatsen, zegt Raj. We hebben, dat is wat, mangrove realisatieproject weg naar zee. En wanneer was dit? 2022. Nou, mooi. Ik heb niks gezien van rehabilitatie, hoor. En dit was voor Rutte. Ja, meneer Naipaal, de president, en de heer de minister van OW, de heer Riyad Noor Mohammed. Ik denk toch dat we moeten gaan kijken naar een andere oplossing. Want dit is echt een verschrikking. En dit is de films, video's die ik net heb laten zien. Die heeft de heer Isaias naar mij toegestuurd afgelopen week. Dus we praten niet iets van vorig jaar, van Gloria. Je zit zomaar de boel hier een beetje op te jutten. Zomaar zeg je wat, want you know up next. Nee, inderdaad, op dit gebied weet ik zip, zero, nada, niks. Notie. 20 september. Wat ik wel weet, is dat we dit zien. Dit, zoals we net hebben gezien, hoe het wordt weggeslagen. Kijkt u daar. Het wordt weggeslagen, dus dat ding werkt niet dan. Dus ga je weer palen plaatsen? Is dat het? Kijk, met alle kracht wordt het weer weggeslagen. Nou, volgende keer zijn die anderen er, gaan die eraan. Kijk, huppa. Ja, mensen, het is een trieste bedoeling. Maar grove aanplanting is een primitieve oplossing. Het werkt gewoon niet. Het wordt tijd voor dijkaanlegging. Dat denk ik ook al aan. En zoals ik al zei, ik heb hier geen verstand van. Dus ik kan niet zeggen op basis van dijk. Maar wat we nu doen in elk geval werkt dus niet. Dus wat is dan de oplossing? Niet meer mangroven. Niet meer deze bamboe. Niet meer zandzakken voor de deur. Ik was daar in februari en toen ging ik een weekje daarna. En waar ik kon lopen was in één keer allemaal weg. Was gewoon, zo snel is het gegaan. En we zitten nog te suffen. Stenen en klei, zegt Raj. Ik heb geen idee wat wel gaat werken, maar dit in elk geval werkt niet. Oké, dan hebben we nog een laatste half uurtje om even te gaan naar het volgende onderwerp. Gaan we eventjes een pokoe draaien? Of? Ja, doe maar een pokoe en dan kom ik met me. Je had het kunnen scannen, hè? Oké, dankjewel. Dit zeg ik, Gloria. Vergelijkend onderzoek doen, de schaal, welke soorten mangrovenplantje, hoe hoog moeten planten zijn enzovoort. Theorie. Ga dat ding onderzoeken. Damwanden, zegt Ben. Ja, we moeten iets doen, mensen. Dit ding gaat een keertje fout en dan zijn wij, is de overheid hier verantwoordelijk voor. En professor Naipaal. Blijven doen, iets dat niet werkt en toch nog door blijven gaan, is gewoon bewust. 50.000 heeft Shell gegeven. Vorig jaar, september 2023. Ik heb die artikelen, heeft hij gelijk aan me toegestuurd. Die ga ik even doorlezen. En ga ik eventjes vragen, wat is de stand van zaken nu? Terugkribben, evaluerend. We zijn nu een jaar verder. Wat is er nu aan de hand? Oké. Nog één opmerking lezen van Henna. Het is te hopen dat men zal nalaten om de nog bestaande mangrovenbossen met rust te laten. Omdat ze toen ongecontroleerd zijn weggehaald om te cultiveren. Aha, ja. Dat is ook waar wat Henna zegt. We zijn gaan bouwen, geen verstand hebben, hadden we toen, hè, van hoe belangrijk de mangroven waren, weggehaald en nu zitten we met het probleem. Klopt, helemaal. Oké, naar een pokoe nu. Bring star in this world.
es no de guitarra lo vi Juan lo vi futego y una a mí etico mi dei webe di fuini mini destre oro le fossi ciao de mi cono me tenta qui a mí so many sweet momenti you nang a mí breaky star in his beauty you nang a mí por macandra a nutrana fresno de guitarra lo vi one lo vi futego nummer You Nangami, een liefdesverklaring van de schrijver voor zijn, naar zijn vrouw toe. Mooi, heel mooi. Goed, mijn ander onderwerp is afgelopen maandag, was het maandag? Nou ja, had ik een afspraak om 2:00. Ik was een beetje te vroeg. Ik denk, ga in de buurt, ga ik eventjes live. Want omdat de meeste mensen het toch wel fijn vinden om een beetje Suriname te zien. Dus ik ben live gegaan. Een beetje enorm heet, dus 1:00 middags. En toen kwam er een mevrouw naar me toe gelopen en die zei... Hey, mevrouw Gloria, kent u me nog? U heeft mij steunkozen gegeven toen en zo. En ik wil u nog bedanken daarvoor. En ze wilde iets vertellen. Ik zei, nou, ik ben nu live. Want ze wilde iets vertellen over de dochter. En ik denk, ja, het is toch een beetje vervelend als mensen privé dingen gaan horen... en haar stem misschien gaan herkennen. Ze zegt, oké, ik moet even naar sociale zaken om iets aan te vragen. En daarna, dan kom ik bij u terug. Nou, binnen een paar minuten kwam ze alweer terug. Dus ze zegt, oh, je bent snel klaar. Toen zegt ze, nee, ik moet een formulier gaan kopen. Ik zeg, een formulier gaan kopen voor wie? Voor de sociale zaken. Ik zeg, u koopt een formulier om in te leven bij sociale zaken. Dus ik snap er helemaal niks van. Ja, zegt ze, moet ik doen. En dan moet ik daar naartoe brengen. Ik moet het daar kopen, bij de drukkerij. En teruglopen, dus aan de Gemeenelandsweg. Om het in te leveren. Oké. En ik snap er niks van. En ik ben natuurlijk vrij snel in het... ook in mijn conclusies. Ook dat moet ik leren. Om niet te jump te snel into conclusions. Right? Dat je soms dingen hoort of ziet. En dat je gelijk al een grote mond hebt erover. Die neiging heb ik wel eens. Dus ik denk, oké, Gloria, even rem. Rem, voordat je gaat praten. Ik ga ook kijken... En ik loop naar die drukkerij en ik ga het kopen. En ik heb het gekocht. Ik heb het aan mijn collega laten zien, of tenminste gegeven. En hij heeft het gescand. En dit is het van het ministerie van Sociale Zaken. Afdeling Basiszorg. Een aanvraagformulier voor premiesubsidie. Basiszorgverzekering. En hier betaal je 5 SRD voor bij die drukkerij. Die voor je kopie uitprint voor je. Je geeft die meneer 5 SRD, heb ik ook gedaan. Ik ben gegaan, ik heb het gekocht. Ik heb gevraagd vanaf wanneer is het hoor. Hij zegt al een tijdje. Dit is de service die we kunnen bieden aan sociale zaken. En dan komen de mensen hier kopen. Gaan vervolgens terug met het formulier naar sociale zaken. Om het daar in te vullen. En waarschijnlijk als je niet alle spullen bij je hebt, moet je weer terugkomen. Je zou het online kunnen uitprinten. Wie heeft er nou echt een printer thuis? Ik denk vrij weinig mensen, ik ook niet. Ik heb toen contact gezocht met iemand van sociale zaken.
En ik heb gevraagd, hey, klopt dit? Ze zei, ja, dat heb ik ook gehoord, zegt ze. Ik zal voor u informeren. Heeft ze gedaan? Oh, ik heb het nummer gekregen van meneer die daar verantwoordelijk is, net binnengekregen. Oké, okay. Ze zegt, ik heb de informatie dat de formulieren inderdaad bij de drukkerij Paramaribo worden verkocht voor 5 SRD. Ik heb het gekocht voor 5 SRD. Ik heb de bon thuis, dus ik lieg niet. Ik heb zelf gekocht. De mensen die toen live hebben gezien. Het was toen SRD 3 en dat is al zeker 3 jaar zo. Al 3 jaar. Omdat het ministerie vaker geen ink heeft om de formulieren uit te printen. Er kan niet worden aangegeven of het in samenwerking is met het ministerie. Hoe bedoel je? Dat is een rare zin. Dit is toch het ministerie van Sociale Zaken? Dan hoe bedoel je? Dus wat ze bedoelt te zeggen, de afdeling heeft zelf gezorgd voor een eigen oplossing. Misschien niet in overleg met het ministerie, met hoofdkantoor. Dat is wat ze misschien wat ze bedoelen. Oké. Okay. Ook de mensen die aanvragen doen in de Keri, klaagt men ook omdat er een bedrijf is in de Keri die ook geld vraagt om de aanvraag van de cliënten te mailen. Je moet 200... Dan kan je niet 250 SRD betalen voor het mailen. Kan jij het zomaar checken in die Keri of dat waar? 250? Niet 250, ze heeft gezegd 250. Betaal je om het te mailen naar Sociale Zaken. En ze zeggen, meneer Thaus is het managementteam van het aan de Gemeendelandsweg. Ik had het toen gevraagd om het nummer en nu zie ik dat ze het nummer heeft gestuurd. Ik zelf vind het niet zo netjes om tijdens een uitzending te bellen naar iemand. En in één keer die persoon voor een... u bent live in de uitzending. Ik hou daar niet zo van. Ik vind dat niet netjes. Je moet vooraf even praten en zeggen van waar het over gaat. En is die persoon ook een beetje voorbereid. Dat is dan mijn werkwijze hoor. Ik denk dat wij van Rasonic dat ook netjes vinden. Dat we niet zomaar... Hey, u bent nu live in de uitzending. Dus dat doen wij niet. We gaan vooraf even bellen van, hey, dit is de dingen. Kan ik u even live erin gooien? Zegt die persoon ja of nee? Maar in elk geval, dit formulier, dus wat u net heeft gezien, dat moet je dus kopen. Voor 5 SRD. Daarmee, dus je komt als cliënt, kom je dus aan bij het kantoor. Sociale Zaken. Je komt daar niet zomaar omdat je teen pijn doet. Je komt om hulp. Vervolgens krijg je daar te horen, ja mevrouw, maar u moet een formulier hebben. Moeten we invullen? Ja, nou, daar kom ik hier. Dan komt die aanvraag toch bij jullie doen. Ja, maar we hebben het formulier niet. Nu speel ik zelf hoor, iets. Ik weet niet of het zo gaat. Ja, dat klopt. U moet de aanvraagformulier invullen. Maar die hebben wij niet. U gaat het moeten kopen bij de drukkerij. Oh, waar? Ja, drukkerij Paramaribo. U moet een stukje verder lopen. Het is in deze straat. Oké, okay. Ongeveer 5 minuutjes lopen. Je gaat er naartoe. Je betaalt 5 SRD en je krijgt je aanvraagformulier. Met deze ga je dus weer terug naar Sociale Zaken. En dan ga je het daar dus invullen. En dan, als je dan niet alle gegevens bij je hebt, ja, dan moet je natuurlijk ook weer terug. Want je moet een ID moet je indienen. Je moet je kopie hebben van je familieboekje. Ook zoiets, hè. Als ik mijn ID al heb. Maar omdat we niet geautomatiseerd zijn. Dus je familieboekje is zeker om te weten om hoeveel mensen het gaat. Denk ik. Dan hebben ze 5 kinderen erin. Oké, okay, dus oké. Okay. EBS, SWM. Oké, okay, dat snap ik ook. Want we moeten weten, betaalt u die dingen... Schoolverklaring, medische verklaring, wauw. Quitantie huishuur, voogdijbeschikking, buvas, labbewijs bij zwangerschap, een verkoopvergunning aan kleine ondernemers, werkgeversverklaring, ontslagbrief. Oké, okay. Even van die dingen inderdaad, wil je een aanvraag indienen om hulp, dan moet je wat laten zien van jezelf. Maar dan vul je het in, nadat je eerst bent weggelopen om... Sociale Zaken kan dit niet zelf scannen en uitprinten. Nee, want ze hebben geen inkt. En inkt, is dat duur in Suriname? Nee? Oké. Okay. Dus dat is niet het probleem. 70 SRD? 700? Een hele toner heb je dan. Dus 700, zegt mijn collega... kun je kopen voor 700 SRD en daarmee kun je zeker 6000 printjes maken. Flabbergasted. Gloria, zegt Sandra, je reageert verbaasd. Je bent in Suriname. Wanneer je denkt, het kan niet erger, weten ze je steeds weer te verrassen. Ja.
Ja, en ik was daar niet gegaan om naar sociale zaken te gaan. Ik was daar puur aan het filmen. En die mevrouw kwam mij, heeft mij aangesproken. En toen ze dan dit verhaal, ik dacht eerst, die mevrouw heeft het niet goed begrepen. Kom, ik ben zelf gegaan om het te gaan kopen. Je hebt gelijk, maar betekent niet dat je het moet accepteren, deze onzin. Ja, ik snap het niet. Zoals hij zegt, 700 SRD kost een toner voor je inktprinter. En daarmee kun je zeker 6000 uitprinten. Nou, ik zou zeggen, want je gaat naar oplossingen zoeken, toch? Want dat willen we. Ik kaart het probleem aan. Oké, nu de oplossing. Je hebt die 700 niet om inkt te kopen. Oké, kunnen we met collega's onderling zeggen, jongens, we zetten wat geld bij elkaar en we kopen de formulieren, want we moeten naar de klant, moeten we klantvriendelijk zijn. Het is bijna, kun je zeggen, hoe noemen ze dat? Je hebt beleid. Dat is in Nederland, dat is een woord ervoor. Ontmoedigingsbeleid. Want dan ga ik volgende keer denken, laat maar. Daar naartoe, dit moet ik. En het is logisch, nogmaals, als je een aanvraag komt in te binden bij de sociale zaken, moet je wat laten zien van jezelf. Je moet weten hoeveel geld heb je op de bank. Dat zei ik hier niet staan trouwens. Je moet familieboekje hebben, ik weet hoeveel kinderen je hebt. Maar als we alles zouden hebben gedigitaliseerd, dan kan ik mevrouw de naam, de ID, ik klik, ik kom zo in het systeem van CBB en ik zie mevrouw 5 kinderen die nog thuis wonen of whatever. Oké, u heeft er recht op, u heeft geen baan. Kantoorspullen, zegt Raads, moet de overheid toch kunnen aanschaffen? Overheid, wat is er hier aan de hand? Misschien hebben ze het geld gekregen, zegt Cora, voor de tuner, maar dus voor de toner, maar spoorloos verdwenen. Ik ga vragen om een pokoe. Dan ga ik proberen of ik die meneer Taus kan bereiken. Ik heb net zijn nummer gekregen. Of hij iets erover wil zeggen. En zo niet dan, misschien wil hij het gewoon wel aan mij vertellen hoe dat zit. Want ik begrijp er niets van. Het lijkt me onvriendelijk. Het lijkt me ontmoedigend om zo mensen te sturen om 5 SRD te betalen. Het gaat niet om het bedrag overigens. Maar dat je dus weg moet lopen om een formulier in die Velleson. Als je zag hoe die mevrouw liep, sloffend zo. En ook aan. Is no. Ja, een pokoe voor mij als je...
yayanai sabita pinawa 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 yani dara doi pinawa Goed, we zijn weer terug in de uitzending. En ik heb ik heb een naam doorgekregen van iemand die daar verantwoordelijk voor is. En laat mij nou iemand zijn die ik ken. Dus ik wilde een bericht versturen naar het nummer. En ik denk, hey, dat is een bekende. En ik heb hem even aan de telefoon gehad. En ik heb gezegd, kan ik je live in de uitzending gooien? Niet letterlijk, maar ik ga hem nu in de uitzending doen. Dat is de heer Imran Taus. Goedemorgen. Goedemorgen, Gloria en alle mensen die meedoen met dit programma. Hi. Ik heb jou net even verteld waar het over gaat. Dat ik verbaasd was dat je formulieren moet kopen. Dus je gaat een aanvraag indienen. En als je daar binnenkomt bij jullie, wordt er gezegd... u kunt een aanvraagformulier kopen bij Drukkerij Paramaribo. En dan bij ons. Waarom? Kun je ons uitleggen hoe dat kan? Nou, sowieso is het nodig dat wanneer mensen een aanvraag doen voor premiesubsidie van die basokaart, waarvan men denkt dat we gewoon pasjes aan het verstrekken zijn, dat is eigenlijk niet alleen een pasje, het is dat de overheid jouw verzekering betaalt. Mm-hmm. Toch, dus elke maand betaalt de overheid premie aan het SZF, zodat jij een pasje kan hebben om naar de dokter te gaan. Oké. Okay. Wanneer je een subsidie aanvraagt bij de overheid, wil de overheid weten of je er recht op hebt of niet. Dus de overheid wil weten wie je bent, de overheid wil weten of je rijk bent, of als je arm bent, als je heel veel kinderen hebt, of als je alleenstaand bent. Ja. Noem maar op, de overheid wil inzicht in jouw gezinssituatie om te weten of je recht hebt op die subsidie of niet. Om dat in te dienen hebben wij dus een aanvraagformulier nodig. En in het begin heeft de overheid flink wat formulieren gedrukt. Maar iedereen weet dat de toppers van de regering, die geven zelf ook aan dat er niet genoeg geld is. En dat er niet genoeg geld is, dat ga je hier en daar wel merken. En dat merk je bij ons bijvoorbeeld aan het gebrek aan aanvraagformulieren. Het is al de hele tijd, zoals langer dan 3 jaar, dat wij zelf geen aanvraagformulieren kunnen verstrekken aan onze cliënten. Wat we toen hebben gedaan... We hebben dus bij alle filialen van de BASO-kantoren hebben wij de dichtstbijzijnde copyshop of printer of drukkerij gezocht. We hebben één exemplaar van formulier afgestaan, zodat het publiek bij die drukker of die copycenter een formuliertje kan kopen. Mm-hmm. Alleen de prijs van dat formulier is dus niet meer in handen van de overheid. Dat bepaalt de drukker of de kopieerman of vrouw. Ja. Dus dat is een beetje een vervelend ding. En het is ook in de districten zo. Het is wel zo, laat me dat er meteen aan toevoegen, dat er wel een optie is dat je dat formulier niet hoeft te kopen. Oh. En die optie is er alleen als jij dus eigenlijk online je zaken wil doen. Want dat formulier is gewoon te downloaden van de website www.basiszorg.sr. Mm-hmm. Daar kan je bij de downloads dat formuliertje op downloaden. Je kan hem op de computer zelfs invullen. Dus je hoeft niet eens uit te printen om hem in te vullen. En je kan het naar ons mailen of je kan het naar ons WhatsAppen. En dan heb je op die manier eigenlijk de kosten voor zo'n formulier heb je kunnen omzeilen. Dat INAVPAYA formulier. Maar dan moet je wel handig zijn met zo'n ding. Of iemand moet je daarbij helpen als je het niet zelf kan. Exactly. Dus je loopt dat dus... Het is geen ideale situatie. Maar is het beste wat we konden doen vanuit de dienst. Want als we gaan wachten op dat de staat die formulieren drukt, dan zou de dienstverlening in gedrang zijn. Oké, dus je hebt zelf gezorgd. Is dit een overleg geweest met het ministerie? Het ministerie is ervan op de hoogte. Omdat het ministerie zelf ook op de hoogte is dat ze in geen jaren formulieren hebben kunnen aanleveren. In geen jaren? Ik heb net gehoord van een collega van mij, zo'n toner kost 700 SRD. Dan kun je zeker 6000 formulieren mee uitprinten. Jullie hebben wel een printer?
Nee, dus bij basiszorg. Dus wij hebben onze, ja, we hebben onze organisatie eigenlijk gedowngrade naar het minimale wat we nodig hebben om te werken. En wat we daarbij dus een beetje hebben uitgeschakeld is het papierwerk. Want papier kost geld. Je moet het papier kopen, je moet die printer kopen, je moet dat inkt kopen, je moet die printer onderhouden. En we weten hoe dat gaat bij de overheid. Dus wij hebben eigenlijk op de Basel-kantoren niet eens een printer. We hebben wel printers, want we moeten alle documenten die die mensen bij ons indienen, die moeten we scannen en uploaden zodat het gedigitaliseerd wordt. Dus die printers zijn 3-in-1 printers die ook een scanmogelijkheid hebben. En wij gebruiken eigenlijk alleen die scanoptie. Okay, omdat maar... er wordt niet op... Kijk, het is vervelend als je soms wel formulieren hebt en soms niet. En wij zijn eigenlijk in een situatie dat we ook nooit hebben en altijd verwijzen naar de dichtstbijzijnde drukker. Oké, okay, maar kun je wel zeggen, dus er is een printer aanwezig. Het gaat dus nu alleen maar om inkt, dat ongeveer 700 SRD kost. En dat kun je niet opvoeren in je budget. Ik snap dit niet, echt niet hoor, Imran. Ik snap het echt niet. Ik ook niet, maar dat is wel de stand van zaken. Oké. Ik weet niet of het 700 SRD kost, maar volgens mij is het wel veel meer. Maar het zijn niet gewoon kleine printers, toch, die je thuis op je bureau hebt staan. Nee. Het zijn wat grotere printers. En het gaat, Basel-kantoor is niet alleen aan de Gemeenelandsweg. We hebben 7 filialen. Ja. Dus dat zouden we voor alle 7 filialen dat moeten organiseren. Absoluut. Dat is dienstverlening, maar daarna, toch? Dat absoluut. Dat zou de dienstverlening moeten zijn in de ideale situatie. Maar daarnaast moet je bijvoorbeeld denken aan Marowijnen en Broekopondo, waar de DC helpt met aanvragen, omdat we daar geen filiaal hebben. Toch, als het gaat om de mensen die in Sipaliwini wonen, dan hebben we weer een andere omweg gemaakt met de medische zending, zodat zij de mensen digitaal aanleveren in plaats van met formulieren. Dus we hebben eigenlijk geprobeerd op allerlei manieren om de aanschaf van dat formulier, maar ook dat papierwerk, om dat te omzeilen. Maar je kan het niet volledig uitschakelen. Want bijvoorbeeld, de 60-plussers die wij al in het systeem hebben, die hoeven ons volgend jaar niet te komen laten zien dat ze nog steeds 60-plussers zijn. Oh, wat gelukkig. Dus, ja, nee, precies. Dus die mensen, bij ons zal je zelden 60-plussers en mensen met een beperking horen klagen over de service. En waarom ik dat zeg? Wij hebben in ons systeem kunnen we zien wie elke maand komt te vervallen. En wij filteren dan die mensen uit ons systeem. En we bellen ze van goedemorgen mevrouw of meneer. Heeft u nog behoefte aan subsidie van de staat voor uw zorgverzekering? Ja of nee? Gaat het nog goed met u? Ja? Oké, als het oude dossier dat we al hadden van die mensen, als het volledig is, dan handelen we ze eigenlijk telefonisch af. Op die manier hoeven de 60-plussers niet elk jaar of om de 2 jaar bij ons aan de deur te staan. Maar ook de mensen met een beperking. Als de beperking permanent is, dan hoef je dat niet elke keer opnieuw te komen bewijzen. Exactly. Dat heeft dus al 1 keer aangegeven. Precies. Maar de mensen die in de arbeidsklasse zitten en die gewoon gezond zijn, maar dus niet via hun werkgever een verzekering kunnen organiseren, die mensen moeten wel elke keer als ze komen bij de staat, moeten ze laten zien van, hey, ik heb nog steeds behoefte aan die gesubsidieerde zorgverzekering. En die categorie van mensen, dus zeg maar 18 tot 59, 17, 59, die mensen moeten wel elke keer een volledig pakket indienen, ja. En dus ook dat formulier. Ja, maar ook als je voor het eerst komt, weet je, als je nog nooit Basel hebt aangevraagd, de eerste keer dat je met ons zaken komt doen, ook als 60-plusser, ook als mens met een beperking, dan moet je ook een volledig pakket indienen. Ja, dat snap ik allemaal, want ik heb zelf ook bij de sociale dienst gewerkt. Dus dat je die aanvraag komt, dat je laat zien, wat heb je. Ik zie, in Nederland bijvoorbeeld, moest je bankafschriften meenemen. Ik zie dat niet hier staan bij jullie. Ik zie wel EBS en SWM, maar iemand kan een 50.000 hebben op zijn spaarrekening. Whatever. Oké, dat zie ik dus hier niet staan. Echter, ik begrijp dat je zegt van, oké, wij hadden geen inkt, dus hebben we een oplossing bedacht. Hoe kunnen we toch nog onze klanten helpen? Maar dit is absoluut een onvriendelijke
manier, vind ik, van dienstverlening. Want nu moet die mevrouw, die was gisteren, en het was een felle zon, shuffelend weer, het is niet zo gek ver, 5 minuutjes lopen, om er het formulier te gaan, dan terug te komen. Dan, ik weet niet of jullie helpen met het invullen, hoe dat verder gaat, want krijgt die persoon alle hulp erbij om in te vullen. Maar dit moet toch anders, Imran? Jij zit ook in de politiek, hè? Palu. Is dit iets dat je zegt, dat moet opgepakt worden? Dit is toch niet een vorm van hulpverlening die je graag ziet? Nou, ik wil voor dit gesprek gewoon mijn ambtenarenpetje ophouden. Okay. Zo zijn we begonnen. Okay. Maar ook als ambtenaar kan je beseffen dat dit niet de ideale situatie is. En dat het eigenlijk, het is primitief. Zwaar toch? Primitief, man. En al 3 jaar. Ja, maar kijk, dat is het lastige. We hebben een modern systeem, want dat systeem waarin de aanvragen voor de baas elkaar verwerkt wordt, is een digitaal systeem, is een modern systeem. Toch, als je in Ikeri aanvraagt, dan kan je die informatie ook in Marowijne opvragen. Toch, omdat het online is, omdat het transparant is voor iedereen die in het systeem werkt. Maar zo'n systeem opzetten is niet iets dat je opzet en dan laat je het los en je loopt weg. Zo'n systeem opzetten komt bijkijken dat je het moet onderhouden. Dat je de bijzonderheden die er zullen ontstaan gaandeweg, dat je daar passende oplossingen voor in place brengt. En als het gaat om het kostenplaatje voor het drukken van die formulieren, mijn leidinggevenden, meervoud, toch, dus niet alleen deze, ook de voorgaande, die zijn daar niet in geslaagd om dat stukje van het formulier, om het formulier te garanderen voor alle belanghebbenden. En dat is inderdaad niet het ideale, maar kijk, de mensen die in overheidsdienst echt werken, laat me dat erbij zeggen, die weten dat als je dedicated bent, dat je er alles aan doet om dat apparaat te laten blijven draaien. Dus vandaar dat wij hebben gezegd van luister, wij willen die mensen geen nee verkopen, want daarmee onthoud je ze ook de toegang naar de dokter. Ja. Toch? En dat wil je niet. Dus vandaar dat wij op zoek zijn gegaan van hey, wie zijn de mensen die drukken in de buurt van zo'n basiskantoor en zouden ze ons willen helpen hiermee. En dat is wat we ervan hebben kunnen maken. En tegelijkertijd daarna zeggen we van, weet je, laat niet iedereen opnieuw dat ding gaan doen. Weet je, ga kijken voor welke categorieën van cliënten je eigenlijk niet opnieuw een aanvraagformulier nodig hebt. Ja, maar dit is elk dus jaar, zeg maar? Dit moet je elk jaar nee, doen? Nee, dit is niet elk jaar, want de regering, de huidige regering die heeft besloten dat de basiskaart, dat die voor 2 jaar loopt. Okay. En dat is zeg maar de normale looptijd. Okay. En de mensen die 60-plussers zijn, die krijgen het voor 4 jaar. De mensen met een beperking ook voor 4 jaar. En de kinderen tussen 0 en 16 jaar ook voor 4 jaar. Dus op die manier zijn best wel grote groepen, die zijn eigenlijk, hoe moet je zeggen, vrijgesteld om elk jaar zich aan te melden. Maar die komen om de zoveel jaar. Maar dat doet er niet toe, want uiteindelijk gaan ze wel weer een keer komen. Maar dan hebben we, wat ik net zei, toch? Dus hebben we de 60-plussers en de mensen met een beperking. Die hoeven ons niet te komen laten zien wat hun situatie is, omdat we dat in het begin al wisten. Ja. Okay. Alleen de mensen die wegens financieel gebrek niet zelf hun verzekering kunnen betalen, die moeten wel elk jaar aan de overheid laten zien van wat hun situatie is, zodat ze op kosten van de belastingbetaler weer een basiskaart kunnen krijgen. Ja, en ik heb begrepen trouwens ook dat in Ikeri mensen om het te kunnen laten mailen ook moeten betalen. Weet jij daarvan? Om te laten mailen? Ja. Ik heb die informatie gekregen. Ik zoek het even op, dan kan ik het helemaal voor je lezen. Ga je gang. Sorry? Nee, ik zeg ga je gang. Ja, oké. In Ikeri klagen de mensen ook, omdat er een bedrijf is in Ikeri die ook geld vraagt om de aanvraag voor de cliënten te mailen. De naam van het bedrijf is die mevrouw even ontgaan. En ze zeggen dat ze 250 SRD moeten betalen voor het mailen. Ja, laat me dit heel duidelijk zetten. En motaki in Sranan tongo met alasma verstaan. Sranan mang nafpai di abaso karta. Lanti epai ja baso karta. Tegel doe een aanvraag naar Lanti. You no moes paigi a karta. Enough pay no asma. A enige sansa in pay na a formulier. If you vindt dat in buying. Maar tegel doe na tegale Lanti kantoor. De kantoor of sociale zaken baso.
in nompai noasma asan gratis gidesmasa aben vanuru. En dat is een hinderlijk ding, want we horen heel veel geluiden van mensen die tussen haakjes basokaarten verkopen. En bij de ene gaat het om een paar honderd SRD's, bij de andere gaat het om een paar duizend SRD's. Het vervelende is alleen dat die mensen, want het, we zien die dingen toch, want uiteindelijk loopt het ergens vast. En dan komt die cliënt wel naar sociale zaken om te vragen van, hé, waar is mijn kaart? En als we dan horen van, ja, je hebt betaald voor je kaart, is vervelend, maar dan heb je corruptie in stand helpen houden. Mm-hmm. En als we vragen bij wie heb je betaald voor die kaart, ja, dan zeggen ze niks. Snap je, waardoor wij niet weten of het mensen uit onze organisatie zijn of mensen daarbuiten. Want ik weet ook dat er gewoon mensen in de samenleving zijn die help je papa en help je mama spelen om overheidszaken voor mensen te doen. En omdat het meestal lastig is om met de overheid te dealen, want de overheid is een beetje gebrekkig hier en daar, dan gaan mensen gauw mee in die dingen. Ja. Dat mensen bijvoorbeeld duizenden SRD's betalen, zodat iemand die basokaart voor ze kan regelen. Iets wat je zelf gewoon helemaal gratis zou kunnen regelen, laat je iemand anders voor je regelen met heel veel kosten. Maar dat is dan jouw verantwoordelijkheid. En zeker als je niet wil aangeven bij wie je betaald hebt. Dan kunnen we de politie ook niet erop afsturen. En er zijn een heleboel van die mensen, maar het is wel aan de burger zelf. Als je de keuze wil maken om iemand voor je te laten om iemand te betalen om het loopwerk voor je te doen. Of als je zelf gewoon contact maakt om te weten wat de juiste procedure is. Ja, maar die personen zeggen dus, je moet ze betalen om te mailen de informatie. Dus het formulier wordt ingevuld. Ja. Dus dat is wat ik bedoel. Als er mensen buiten zijn die zeggen van, je kan zit basokaart agi. En die mensen weten van, hé, je kan ook per mail een aanvraag doen, maar dat kan. Je kan per mail, je kan per WhatsApp, je kan fysiek een aanvraag indienen. Mensen buiten weten dat. En het is goed. Maar ze maken er misbruik van om andere mensen die dus zo'n basokaart nodig hebben, om ze tegen een bepaald bedrag die service te verlenen, terwijl het bij het basokantoor gewoon gratis kan. Ja. Maar dat snap je, ik kan daar niks aan doen. Bij basokantoren hoeft u niet te betalen, geen cent, nul. Alleen vijf SRD voor uw aanvraagformulier. Maar dat formuliertje haal je niet eens bij baas. Dat haal je bij de drukker. Die drukker is niet van Sosavo. Nee. Of die kopiecenter in de buurt. Nee, maar die aanvraag hoort bij Sosavo. De aanvraagformulier is van Sosavo. Die hoort ervoor te zorgen. Die hoort ervoor te zorgen dat je als cliënt daar komt en daar de nodige formulieren krijgt om in te vullen. Het is toch van de gekke dit? Sorry hoor, ik kan het op geen enkele manier. En ik snap dat jullie hebben gezocht naar een oplossing. Toppie. Maar dit is echt absoluut. Nou, dit is gewoon heel erg primitief. Maar goed. Dankjewel in elk geval voor je dat je het hebt willen uitleggen. En misschien moet ik de minister ook een bericht sturen. Van, koopt u alstublieft toners voor de printers bij basokantoren. Zodat mensen gewoon ter plekke op het kantoor geholpen kunnen worden. Daar is de dienstverlening voor. Ja. Dat is het toch? Kijk, dat ministerie heeft een aantal aanvraagformulieren, toch? Want je hebt financiële bijstand, je hebt noem maar op een heleboel voorzieningen. Ja. Hebben elk hun eigen paperassen. Ja. Dus kijk, het gaat om inzicht in hoe manage je zo'n organisatie, toch? Want je kan inderdaad overal een printer zetten dat mensen à la dol printen. En dan printen ze formulieren, maar ze kopiëren ook dat boek voor hun kind op school. Weet je, dat soort van dingen. En dat is niet de bedoeling. Nee. De overheid zou volgens mij een centrale drukkerij moeten hebben om alle papierwerk te drukken. Exactly. Maar nee, helaas. Daar is nooit dat in geïnvesteerd. Oké, dank je. Vroeger wel, maar we hebben van het ministerie van Onderwijs in het verleden formulieren gehad. Ja. Omdat zij wel die faciliteit hebben. Maar dat kan niet oneindig doorgaan, toch? Sociale zaken kan niet zijn rekening blijven schuiven naar andere instellingen. Nee. En nu wordt het, ik heb daar geen grip op. Nee, en nu wordt het dus geschoven. Wat we hebben de cliënten tegemoet gekomen en de zorg. Toch, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. En dit is de oplossing die wij konden bedenken. Meer kan ik niet. Oké, dankjewel voor je tijd, Imran. En succes verder met de job. Misschien nog wat. Een laatste. Als er mensen willen weten hoe je zo'n aanvraag moet doen, gaat u alstublieft naar ons YouTube-kanaal. Dat YouTube-kanaal is van het Basiszorg, het uitvoeringsorgaan. Maar zoek op YouTube Basiszorg en Sociale Zaken. Dan komt er een filmpje waar die hele procedure stap voor stap is uitgelegd.
En dan kunt u zo verder contact met ons maken. Maar betaal AUB niemand, en vooral niemand van sociale zaken, om je basiskaart in orde te maken. Oké, helder. Dat kost niks. Dankjewel, Imran Taus. Oké, doei. Dat was Imran Taus. Hij is verantwoordelijk voor dat stukje bij sociale zaken. En hij zegt, ja, we hebben een oplossing gezocht. Onze cliënten hadden het formulier nodig. Wij hebben die formulieren niet. We zijn gaan kijken, hoe kunnen we ze toch helpen, zodat ze toch nog hun zorg betaald kan worden. Dus dat was onze oplossing. Fijn dat ze naar een oplossing hebben gezocht en dat ze een eentje hebben gevonden. Maar het verdient geen schoonheidsprijs. Geweldig dat jullie hebben gezocht naar een oplossing, inderdaad. Maar dit verdient geen schoonheidsprijs. Het is geen dienstverlening ten top. Ja, dit is de reinste vorm van corruptie om de kaarten te verkopen. Mensen verkopen die basiskaarten inderdaad. Drukken is goedkoper, helemaal eens. Gloria, Gloria Panees ziet je al aankomen. Ze gaat denken, hebben we haar weer met haar kritische vragen. Ja, ik ga die, ik ga die vragen naar haar doorsturen. En kijken wat... nogmaals, prima dat je als een oplossing bent gaan zoeken als kantoor. Van hoe kunnen we alsnog de cliënten helpen? Maar dit is wel triest. Oké, mijn tijd zit erop. We zijn wel over tijd zelfs. Dank jullie wel voor het kijken. We zijn zometeen als bij RVM zijn we waarschijnlijk ook nog, als er interessante dingen te tonen zijn, dan zullen we het ook wel horen. En anders ziet u mij vrijdag weer terug. Tot vrijdag. Fijne dag. Sar sote o mi ate sar sote ma mi sabita quando io co da tio cringbaka e mi sabita quando io co o come andrà bicavi alle beghi Io amoro bulibi Mas ragade lo kunu Mana veta duta kru Sana Mi ati brutu Ti mi luku yu Sana Emchi vie pina sote Con dreddi